In deze video zie je hoe ik van een hele kleine raft door middel van hulp met heel veel YouTubers naar een hele grote raft ben gegaan. Ik moet zien te overleven op deze raft midden op zee. En dat moet ik doen door middel van de items te verzamelen die dus daadwerkelijk door de stroming van het water naar mij toe komen. En uiteindelijk is het doel dus om een hele grote raft te maken. En dit is een nieuwe serie. En het leek mij wel leuk om dus weer een keer gewoon ouderwets te survivalen. En de afleveringen zullen daarom ook waarschijnlijk wat langer duren. Alleen, wat heb ik nodig? Ik denk dat het slim is dat ik sowieso eerst deze raft een stukje groter ga maken. Alleen daarvoor heb ik dirt nodig. Hoe kom ik nou weer aan dirt? Oh, wacht. Ik moet sowieso deze boom hier hebben. Kom, hier heb ik nou die boom. Ja, top. Oké, kijk. Dan kan ik tenminste hier een boom planten. En dan hopelijk gaat die straks groeien, want daar heb ik namelijk hout. En dat is ook wat chiller. Oh, ik heb hooi. Kijk, dat hooi kan ik ook gebruiken, want dan kan ik brood maken. Alleen daarvoor heb ik eerst wat hout nodig. Weet je wat? Ik ga gewoon even wat spullen verzamelen. Hier hebben we iron en let's go. Ik heb gewoon nu al hout. En hoppakee. En dan maak ik een crafting table. En die zet ik even hier neer. Laat even weten of je dit een leuk idee vindt voor een serie. En laat ook in de comments even weten wat ik dan ook daadwerkelijk moet gaan bouwen. Want ik wil deze serie namelijk heel veel met jullie doen. Jullie mogen namelijk bepalen wat ik hier allemaal ga doen. Behalve in deze aflevering natuurlijk. Zo, ik heb in ieder geval even wat brood en cobblestone. Dat kan ik ook wel gebruiken. Kom eens hier, dankjewel. En dan op deze manier kan ik het eilandje telkens iets groter maken. Eerst ga ik het denk ik gewoon groter maken met alle blokken die we krijgen, zodat ik een beetje loopruimte heb. En daarna wil ik het natuurlijk wel helemaal van dirt maken, maar dat is denk ik wel het allermooiste om te doen. Kijk, 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 hier is dirt. Echt, dirt is nu gewoon oprecht heel erg zeldzaam. Ik heb nu maar één blokje. Kijk, en die zet ik hier neer. Maar ik heb dus een idee hoe ik zoveel mogelijk van deze items kan opvangen, want zoals je kan zien, trouwens, hier is nog een blokje dirt. Die wil ik ook hebben. Hier, let op dat blokje hout, hè. Als dat blokje hout hier tegenaan komt, dan blijft hij dus liggen. En dan kan ik het gewoon heel makkelijk verzamelen. Dus dat is een beetje het idee wat ik wil gaan doen. Dus laat ik het meteen maar eventjes wat breder hier gaan maken. Dat is wel fijn. En dan kan ik al die spullen verzamelen. En het leek mij dus wel leuk als ik bijna elke aflevering met een andere YouTuber ga doen. Dus laat in de comments even weten welke YouTuber ik moet gaan uitnodigen op mijn raft. Oké, ik moet het nog breder maken. Ik denk dat mijn eerste doel is zoveel mogelijk spullen verzamelen. En ik moet trouwens ook wol zien te krijgen. Geen idee hoe ik ook dieren ga krijgen en wol en dat soort dingen in deze wereld. Ik hoop dat dat ooit een keer in de stroming naar me toe komt en anders heb ik nogal een probleem. Kijk, 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 het werkt gewoon. Ik moet het nog breder maken. Ik moet gewoon zoveel mogelijk spullen verzamelen. Kijk, oh, huh? Het gaat gewoon door. Dit is niet de bedoeling. Wacht, wacht. Iron, kom hier. Dat iron kan ik sowieso wel gebruiken. Ik moet eigenlijk even een plan van aanpak hebben. Want ik sta hier nu gewoon op die raft en ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik denk dat het verstandigst is om een bed te maken. Want als het nacht is, kunnen er dus ook mobs komen. En ik wil niet dood. Dat lijkt me niet heel fijn. Ik heb sowieso al wat eten. En laat ik beginnen met het weer even wat breder maken. Zodat ik al die spullen kan opvangen. En ik denk dat ik het uiteindelijk 2 breed moet gaan maken. Want kijk, het gaat er nu letterlijk overheen. En dat wil ik niet. Kijk, dat hout kan ik nu even heel goed gebruiken. Misschien kan ik een bootje gaan maken. Dan kan ik het ook allemaal makkelijk pakken. Kom, geef dat hooi hier. Dat hooi moet ik hebben, want ik wil niet doodgaan door eten. En heb ik al iron? Ik heb 2 iron. Dus ik denk dat ik gewoon meteen een zwaard ga maken. Dan kan ik mezelf meteen verdedigen als er in de avond eventueel wat mobs komen. Dus ik maak hier even wat sticks. En een... Nee. Een zwaard. En ik moet ook licht hebben. En daarvoor heb ik kool nodig. Dus ik moet een furnace maken. Want dan kan ik hout en hout volgens mij met elkaar smelten. En dan krijg ik houtskool. Volgens mij werkt dat op die manier. Ik weet het niet zeker. Alleen ik heb nu nog maar 1 cobblestone. Of nou ja, 2. Ik heb 3 cobblestone in principe. Laat ik sowieso maar weer eventjes dit breder gaan maken. Ik ga het meteen 2 breed maken. Want dan kunnen de items niet weg. Kijk, 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 kijk. Nu kan ik letterlijk al die items verzamelen. Dit is top. Eens even kijken. Ik heb hier nog een lock. Het ziet er echt niet uit. Ik weet. Maar uiteindelijk is het dus de bedoeling dat deze raft heel groot en heel mooi gaat worden. Oké, als het goed is blijven nu al die items zitten. Ja. Kijk, dit is top. Nu moet ik gewoon letterlijk heel veel items gaan sparen. Hier heb ik weer wat iron. Alleen, ik krijg dus bijna geen cobblestone. Ik merk nu al dat cobblestone best wel zeldzaam is. Ik heb wel genoeg iron om in ieder geval een iron pickaxe meteen te maken. En dan heb ik in de eerste aflevering gewoon letterlijk al een iron zwaard en een iron pickaxe. Ik moet zeggen, daar ben ik best wel blij mee. Dus geef me
maken deze cobblestone. Deze wil ik ook hebben. En dan doe ik hier wel gewoon dirt. En ik ga denk ik een bootje maken, want ik moet 8 cobblestone hebben. Ik heb meer hout nodig. Ik heb hetzelfde soort hout nodig. Ik ga trouwens ondertussen meteen nog meer bomen plaatsen, want ik heb heel veel hout nodig om uiteindelijk dus ook een huisje te maken. Ik denk dat dat wel een leuk doel is voor de volgende video, om een huis te gaan maken. Alleen eerst wil ik een boot. Alleen ik heb letterlijk alleen maar allemaal verschillende soorten hout. Ik heb letterlijk alleen maar verschillende soorten hout. Hier heb ik niks aan. Kijk, 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 kijk. Dit heb ik nodig. Dankjewel. Kijk, en dan kan ik nu daadwerkelijk een bootje maken. En dan kan ik toch even iets beter al die items pakken. Oké, ik heb cobblestone nodig. En ik moet opschieten, want de zon gaat letterlijk al bijna onder. En ik heb geen zin om straks al gewoon dood te gaan door allemaal zombies. Oké, hier hebben we cobblestone. We hebben er nu 5. Ik heb nog 3 cobblestone nodig. En dan kan ik een furnace maken. Dus even kijken. Hier. Nee, dit is allemaal dirt. Ik wil cobblestone. Hier hebben we wat goud. Waarom is cobblestone letterlijk zo zeldzaam? Het kan dus zijn dat eens in de zoveel tijd er gewoon een random zeldzaam item spant. Alleen wat dat allemaal is, ik heb echt geen flauw idee. Maar ik heb 7 cobblestone. Ik heb letterlijk nog 1 cobblestone nodig. Ja, nu moet ik letterlijk gaan wachten totdat de cobblestone gaat aanspoelen. Terwijl het al gewoon nacht begint te worden. En ik heb geen zin om aangevallen te worden door heel veel zombies. Dus cobblestone. Ik heb trouwens ook bamboe. Wat heb ik aan bamboe? Weet ik niet. Ik ga het gewoon plaatsen. Misschien heb ik er ooit wat aan. Ik wil licht hebben, want het is echt heel donker nu. Oké, let's go. Let's go. Kijk, hier is cobblestone. En dan kan ik een furnace maken. Die zet ik... Weet je wat? Die zet ik gewoon even hier neer. En dan, als het goed is, krijg ik op deze manier kool. En als ik iets van 5 toortjes kan maken, dan heb ik in ieder geval al wat licht een beetje op mijn raft. Dus dat zal wel top zijn. Dus even kijken. Ja, kijk eens aan charcoal. Oh, en hallo. Waarom zit jij in mijn boot? Er zit opeens een zombie in mijn boot. Wacht, wat hij in zijn hand heeft, hè? Is dat een item die ik dan krijg? Oh, ja, zeker. Alleen dat drijft ook weg. Nee, hier komen. Ik weet alleen niet wat ik hieraan heb. Laat in de comments even weten wat ik daaraan heb, oké? Ik wil gewoon voor jullie in de comments zoveel tips hebben dat ik dit een van de beste en grootste rafts ooit kan maken. Oké, ik heb hier in ieder geval charcoal. Ik heb er 2, dus dan kan ik 2 toortjes maken. Dan heb ik ook weer even wat sticks nodig. Ik moet trouwens niet dat ook gaan gebruiken, want dat ook, dat wil ik namelijk bewaren. Oké, ik heb 8 toortjes. Hier, zo zie je maar. Ik ben best wel een Minecraft noob soms. Kijk, zo. En hier. En wat is dat voor item? Dat is iron. Die items, ik moet zeggen, het verzamelen gaat niet heel snel. Ik heb al best wel veel items. Maar het eerste doel is behaald. Het volgende doel is om de raft een stukje groter te gaan maken. En dan het liefst zoveel mogelijk met dirt. Dus ik ga hier gewoon een heel gedeelte dirt maken. Zodat ik daar heel veel bomen kan planten. En dan kan ik al die bomen gaan hakken. En dan kan ik daar daadwerkelijk hout van hakken. En dan kan ik een huis gaan maken. Want dat is wel fijn om te hebben. Alleen, ik heb nog helemaal geen bed. Dus dat is wel wat minder. En oh mijn god. Oh mijn god. Wat is dit? Oh mijn god, een sheep spawn egg. Oké, blijkbaar kunnen we dus ook... Zombie. Nee. Ik word aangevallen. Zombie, ga alsjeblieft weg. Ik was wat aan het vertellen. Weet je wat? Ik ga hem gewoon aanvallen in het water. Misschien dropt hij wat leuks. Nee, hij dropt helemaal niks. Oké. Maar ik ga deze bewaren totdat ik daadwerkelijk 2 schapen heb, denk ik. En dan kan ik die schapen met elkaar breeden. En dan krijg ik nog meer schapen. En dan kan ik wol krijgen en noem maar op. En wat ik trouwens ook nodig heb, besef ik me nu. Als mijn eiland wat groter is, kunnen er denk ik ook skeletons spawnen. Dan krijg ik bones en bone meal. En een bone meal zou ik ook op zich wel willen hebben. Want dan kan ik namelijk die bomen allemaal een stuk sneller laten groeien. Ik heb in ieder geval weer heel veel dirt. Dus ik ga het eilandje weer een stukje groter maken zo. En dan hier dit gedeelte maken we ook nog een stukje groter. Kijk. De raft begint letterlijk al wat te worden. En ondertussen ga ik gewoon telkens hier wat spullen verzamelen. Zo. En ik wil trouwens meteen wat anders doen. Kijk, ik ga hier even een soort van gebied maken. Want aangezien ik toch op het water zit en ik heb al iron, wil ik een huisdier. En dan, ik weet het, ik heb een schaap, maar dat schaap wil ik niet als huisdier. Dat vind ik saai. Dus ik wil eigenlijk... Oh, geef me nog even wat blokken. Heb ik nog... Kijk, ik heb nog cobblestone. Ik wil eigenlijk gewoon een vis hebben. Dus ik ga een vis vangen, weet je? Waarom niet? En uiteindelijk kan ik misschien een heel groot aquarium voor die vis gaan maken. Dat is wel leuk. Dus even kijken, ik moet een vis vangen. Trouwens... Ik heb een idee. Ik ga dat schaap gewoon spawnen. Zo. Want wat ik dan kan doen... Als ik dan nog wat iron vind ergens... Oh! Oh mijn god. Een zombie is letterlijk een zwijnentol. Auw!
Au! Nee, ik word aangevallen door een zombie. Dit meen je niet. Huh, ik wil een bed maken. Ik wil dus iron hebben, dan kan ik een schaar maken en dan kan ik een bed maken. Want ik wil slapen, want dit is echt heel vervelend. En als ik nu een trident krijg, dan... Oh! Au! Au, au, au. Au, au! Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Er zijn meerdere zombies die tridents op... Oh mijn god, ik ga bijna dood. Ik ga letterlijk bijna dood. Ik wil niet in de eerste aflevering al doodgaan. Dit meen je niet. Oké, geef me even wat levens erbij. Au! Oh mijn god. Oh nee. Ik moet mezelf inbouwen. Ik moet mezelf letterlijk gaan inbouwen in de eerste aflevering. Dit meen je niet. Oké, ik ben letterlijk gewoon al bijna dood. Hoe sick zou het zijn als ik nu gewoon al een trident van een zombie kan krijgen? Eerst wil ik even wat levens. Ik heb letterlijk zoveel te doen. Ik wil een bed maken. Ik wil een vis vangen. En... Oh mijn god, er is een boom gegroeid. Ik denk dat het maar tijd is om binnenkort zo snel mogelijk een huis te gaan maken. Zodat ik hier in ieder geval geen last meer van heb. Oké, au, deze moet dood. Die dropt geen trident. Huh, er spannen nog meer bomen. Oké, dan kan ik mezelf tenminste een beetje verschuilen. Daar ben ik wel blij mee. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik heb iron nodig. Oh, kijk daar, er wordt letterlijk een trident op mijn kop gegooid. Ligt hier wat iron voor me? Er ligt hier geen iron. Ik word aangevallen door zombies. Waarom krijg ik letterlijk de hele tijd iron, maar nu niet meer? Hoe ga ik dit doen? Waar is die zombie überhaupt die dat de hele tijd op me gooit? Is hij weg? Of niet? Is dat hem? Nee, huh? Oké, ik weet het niet. Ik vind het maar eng. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga even mijn bootje in. En ik ga kijken of ik wat iron gewoon kan vinden. Dit is goud. Ik had niet al mijn iron net al moeten gebruiken. Dat was echt heel erg zonde. Kijk. Hier zit gewoon een zombie. Ga weg. Maar die heeft geen trident. Zolang die zombies geen tridents hebben, vind ik het op zich nog wel allemaal prima. Waarom? Ik krijg gewoon helemaal geen iron meer. Dat meen je niet. En waar is mijn schaap? Mijn schaap is dood. Nee. Nu moet ik weer helemaal gaan wachten. Oh, kijk. Iron. Nou, maar daar heb ik nu niks meer aan. Ik kan nu geen schaar meer maken. Ik had mijn schaap niet moeten spawnen. Dit is zo dom. Want letterlijk in al die tijd dat ik dit geweldige raft... Oh, oh. Mijn schaap. Hallo. Goed zo. Blijf daar maar zitten. Niet ontsnappen. Dit is top. Oké, mijn schaap was gewoon even weggelopen. Hij is niet dood. Gelukkig maar. En het begint gelukkig ook weer dag te worden. En dat betekent dat we de eerste nacht bijna hebben overleefd. Oké, ik wil een bed hebben. En ik wil een vis hebben. Kijk, zo. Ik kan hier in ieder geval nu een schaar maken. En geef me alsjeblieft meteen 3 wol. Oh, we krijgen letterlijk meteen 3 wol. Kijk, en ik heb hier nog hout. Zo, en... Oh, we hebben een bed. We hebben letterlijk een bed. Dit is helemaal top. Nu moet ik nog een vis hebben. Oké, eens even kijken. Het is heel erg donker. Waar, oh waar, zijn de vissen? Daar is nog een zombie. Die wil ik niet. Hallo, vissie. Er zijn gewoon letterlijk nergens vissen. Hoe kan ik nou midden in de zee zijn zonder vissen? Dat kan toch niet? Dit is niet de bedoeling. Waarom is er letterlijk nergens een vis? Is dat een vis? Ja, ik zie een vis. Hallo, vis. Kom eens hier. Ik heb een vis. Een tropical fish. Oké, kijk. Deze gaan we nu hierin doen. Alleen heb ik nog een naam voor deze vis nodig. Ik noem hem... Bluppy. Dit is Bluppy de vis. En Bluppy, niet ontsnappen alsjeblieft, oké? Want om een of andere reden gaan vissen bij mij altijd despawnen. Dus ik hoop niet dat dat nu gebeurt. Oké, eens even kijken. Ligt er ergens nog iron? Ja, zeker. Kijk, daar ben ik blij mee. Want wat ik nu kan doen namelijk is een axe maken. En ik heb ook nog wat meer dirt. Dus kan ik mijn eiland ook nog wat groter maken. En dan kan ik nog meer bomen planten. En dan kan ik uiteindelijk dus al die bomen gaan hakken. En met dat hout kan ik dus een huis gaan maken op mijn raft. Alleen moet ik mijn raft nog wel groter maken, want ik moet ook ruimte hebben waar ik dat huis daadwerkelijk kan bouwen. Ik denk dat hier wel een leuk gebied is, want als al die bomen hier weg zijn, heb ik daar denk ik op zich wel ruimte voor. Kijk, ik ga sowieso dit allemaal even weghalen, zodat het allemaal een beetje vlak is. Zo. Ik ga ook gewoon meteen de allereerste boom hakken. Waarom niet? Zo. En dan plant ik meteen nieuwe bomen, zodat die meteen weer kunnen gaan groeien. En ik moet zeggen, dan vind ik dit best wel een geslaagde eerste dag voor mijn raft. Hallo Santino, jij gaat me vandaag helpen. Oh, hallo. Ja, zeker. Ja, je moet me helpen. De raft is nogal klein. En ik ga je eerst even rondleiden, ja? Dit is mijn schaap. Die heb ik de vorige aflevering gekregen. En dit is mijn vis. En volgens mij had ik hem Bluppy genoemd. Maar dat weet ik niet meer zeker. Bluppy, hallo. Ja, volgens mij is van Bluppy. Alsjeblieft. Bluppy, wil je een boom? Oh. Dat gaat allemaal weg. Ja, nee. Dat gebeurt er dus. Door de stroming kunnen er allemaal items komen. En ook hele zeldzame items. Dus we moeten goed op. Opletten, oké? Ja, oké, is goed. Oké, maar het doel is nu om het eiland in ieder geval een stukje groter te maken. Want het is nu heel erg klein. Het is onoverzichtelijk. En ik wil dus een huisje gaan maken. En dat wil ik dus gaan doen op de plek waar ik hier dat bed heb gezet. Oké, maar mag ik dan dus ook bijvoorbeeld dat doen? Zo, hap.
Ja, nee, maar dit wil ik laten gebruiken voor wat anders. Eventueel een boerderij of zo. Want jullie mogen namelijk bepalen wat ik allemaal op deze raft ga maken. Alleen eerst een huisje. Dat lijkt me dat toch wat handig zo. Dat ga ik zelf bepalen. Ja, dus we moeten gewoon even een heel groot dirt hier gebied hebben. Want ik vind het niet mooi. Oh, ik vond het water. Oh nee. Ik vind het niet mooi als het op gewoon op hout staat. Dus zo. Oh, ik ben letterlijk net allemaal houten planken aan. Ja, nee, maar dat mag wel. Dat mag wel. Oké. Nee, de vloer van het huisje moet wel van hout. Dus oké. Ik haal het bedje sowieso even weg. We moeten of jij ook een bed hebben. Dus dit schaap moet even gaan groeien. Verzin trouwens even een leuke naam voor het schaap in de reacties, alsjeblieft. Ik noem hem Bert. Bert. Hallo Bert. Hallo Bert. Ik vind het ook op zich wel een Bert. En we moeten trouwens ook voor jou, Santino, wat tools maken, denk ik. Dus... Tools? Ja, wacht. Ik maak voor jou... ik heb wat iron, want af en toe spant wat iron aan. Dus ik heb voor jou hier een axe. Zo. Ja. Je doet allemaal verschillende kleuren hout. Het is toch lelijk? Nee, maar dit is toch mooi? Je moet een beetje variatie hebben in het leven. Nee, dit is niet mooi. Jawel, dit is prachtig. Oh, weet je wat? Okay, ik heb een idee. We gaan gewoon buren worden. Jij maakt hier een huis. En ik ga hier een beetje een huis maken, ja? Maat, ik vind dat high five een goed idee. Gast! Waarom vliegt hier ook een blokje? Ik zit vast. Waarom zit je vast? Ja, daarom. Er is ook helemaal geen ruimte. Mijn inventory is ook bijna helemaal vol. Dus ik ga sowieso even wat extra kisten maken. Ja, jij nakt. We hebben niet veel hout, hè. Je moet ook die bomen terugplanten, Santino. We zitten op een raft. We hebben niet heel veel ruimte. Oh ja, nee, weet ik. Maar het spoelt gewoon allemaal aan. Ja. Wel goed op blijven letten, hè. Want er kunnen oprecht zeldzame dingen aanspoelen op een gegeven moment. Maar wat zijn die zeldzame spullen? Nou ja, er kwam hier dus een schapenei. En dan krijg je een schaap. En dat is wel handig om wol te hebben en om te slapen. En dit is zo lelijk. Nee. Wacht, dit is onze grens. Erfgrens. Oké. Serieus? Erfgrens. Oh, nee. Ik ga trouwens ook meteen een pickaxe maken, want er staat hier een blokje cobblestone en dat vind ik lelijk. Hey, weet je wat leuk is aan deze erfgrens? Oh, ik heb al een pickaxe. Nou? Oké. Nou? Ik krijg letterlijk alles wat hij aanspoelt. Ja, gast. Ja. Maar ik heb hier alles wat aanspoelt. Hey, iron. Let's go. Ja, iron kan je wel goed gebruiken om uiteindelijk armor te maken. Erfgrens. Ja. Het is goed met je. Oké, ik denk dat ik maar gewoon een beginnetje ga maken aan het huis. Maar ik zat eens even te denken, hè, Santino. Wat doe jij? Ja, mijn erfgrens, zo hop. Dit is toch niet mooi, man? Ja, maar dit is voor nu echt mijn get. Ja, moet ik trouwens niet eerst een farm maken? Oh, Santino, we hebben bones nodig. Dus we moeten eigenlijk bones in de nacht skeletons spannen. Dan moeten we die killen. Dan kunnen we bone meal maken. Dan kunnen we dat planten. En dan kunnen we seeds krijgen. Want die seeds die spoelen dus niet aan. En dan kunnen we een farm maken. Oh, die... Oké, maar dat is... Oké, dat is goed om te weten dan. Ja, dus vannacht zijn we weer een team, oké? Dan weet je dat. Hey, kom hier! Doei. Hey, weet je wat je van mij krijgt? Dit. Wat krijg ik van jou? Oh. Dit spoelde aan jouw kant aan. Zo, hop. En dit spoelde aan jouw kant aan. En, Nee. Oké, trouwens, Santino, dit is mijn raft. Nee, dit... Ja. Oh, Santino, niet doen. Het drijft intussen ook gewoon lekker weg, hè. Kijk maar. Oh, mijn god. Dirt, kom terug. Oké, Santino, we moeten ook een beetje samenwerken. Want uiteindelijk is dus het doel om een zo mooi mogelijke raft te maken met heel veel verschillende YouTubers. Dus laat ook even weten welke YouTuber ik nog moet uitnodigen. Oké, ik denk dat ik... Ik heb wel een leuk idee. Ik ga een visgraat vloer leggen, Santino. Daar ben ik al mee bezig. Je bent maar een naapen. Nee, maar dit is geen visgraat. Dit is niet mooi. Jawel, visgraat in verschillende kleuren. Ja, jij bent ook letterlijk al mijn hout aan het stelen, waardoor ik straks helemaal niks meer over heb. Nee, is goed. Oké, ik wil best wel wat hout, maar de... Oh. Wat ga je doen? Zoveel hout. Oh! Oh, zo... Hey, je Bluppy! Bluppy! Bluppy, nee! Oké, Bluppy is weer vrij. Zo, hey, er zijn heel veel vis hier. Doei, Bluppy. Ik vang wel een keer een rode vis en dan moet ik een keer een mooi aquarium maken, want dit werkt dus blijkbaar niet. Oké, wat wil jij traden voor wat hout? Wil je ruilen? Dit is mijn winkel. Zo. Ik heb twee iron voor je. Oeh, twee iron? Oké, dan heb ik... Nee, ik wil dat... Ik wil hier, dit... Alsjeblieft. Ik wil dit hout letterlijk niet. Hier, vier gasblokken. Ja, dankjewel. Oké, ik ga gewoon even de basis van mijn huis maken. Ik ga een heel klein huisje maken om gewoon even mee te beginnen. Hey vriend, ga lekker je ding doen. Zo. Ik ga zoveel goud verzamelen dat ik gewoon met een goud blok een huis ga maken. Serieus? Nee. Oh, wacht. Oké, en dan komt hier een deur. Zo, ik ga gewoon een heel klein vierkant huisje maken, want dan heb ik in ieder geval een beetje een basis. Oké. Gast, je gebruikt letterlijk al het hout. Dit is gewoon lelijk. Nee, hier, kijk, alsjeblieft. En dan heb ik voor jou... Ik wil dat hout niet. Ja, maar ik wil dat hout niet. Ik wil... Ja, maar welk hout wil je dan? Ik wil oak planks en ik wil spruce planks, want ik wil dus dit gaan doen. Zo'n visgraat vloertje. Visgraat?
Nee, visgraat of gewoon... visgraat. Ik... Nee, niet pisgraat. Heb jij nog ook of niet? Nee. Je moet wel die bomen planten, hè? Ja, daar ben ik mee bezig. Ik zie ook, Ik heb een vishengel. Hier, kijk, zo hop. Kom op. En hop. Oh mijn god. Je kan dus ook met een vishengel kan je die items vissen, hè? Dat kan je ook doen. Nee, ja. Helemaal niet. Ja, dat kan. Oké, zo. Oké, eens even kijken. Dan ga ik hier even... Ik heb een bodem. Wat, gaat dit jouw huis worden, of... Nou, dit is mijn raft. Je raft. Ik had een uniek idee om een raft. Je maakt je eigen raft. Oké. Ik maak mijn eigen raft. Oké, we moeten eigenlijk een heel groot gebied hebben, zodat het donker wordt. En dan... Wat ga je doen? Ik ga dit weghalen. Oh, dan heb je En dan zoek je het maar uit. Oh, dan heb je gewoon een eigen eilandje. Je verpest nu wel het water. Maar het maakt niet uit. Dat lossen we nog wel lekker op. Dat is niet mijn probleem. Dat is vanaf nu jouw raft. Ja. Ik ga hier gewoon bamboe plaatsen. Laat in de comments even weten wat ik aan bamboe heb. Want het spoelt hier heel veel aan, maar ik weet niet wat ik eraan heb. Hallo, schaap. Ik heb een paupergoed plan. Wat is jouw plan? Dit, hè? Kijk, die stroming die gaat nu automatisch hier naartoe, toch? Er komen hier nu spullen. Oh mijn god. Dat is slim. Oké, maar het begint donker te worden. We moeten een skeleton zien te killen. Dus ik hoop dat er een skeleton spant. En dan hebben we bone meal. En dan kunnen we een farm maken. En mijn schaap moet eigenlijk op het land. Want hij moet gras eten. Want anders groeit hij niet. Dat is 200 IQ. Kijk, zo. Kijk, het werkt. Oké. Okay, oh, het werkt. Kijk. Werkt het? Oké, ja, het soort. Oh, nu komt het allemaal naar mij toe. Ik vind het helemaal top, Santino. Ja, ik dus helemaal niet. Want nou krijg ik helemaal niks. Ik wil trouwens ook sowieso bone meal hebben, zodat ik een rode bloem kan krijgen. Oh, gek. Ja, maar hij moet groeien, dus hij moet gras eten. En nu zit hij bij jou. Ja, dat is nu mijn schaap. Ja, en ik wil een rode bloem hebben, zodat ik een rood bed en zo kan maken. En dat kan ik nu allemaal niet. Dus nu moet ik het allemaal nog met hout en cobblestone doen. Snap ik. Ik moet eigenlijk ook even... Wacht, ik leen even de torch van je zo. Het is donker. Het is heel erg donker. Nee, er moet een skeleton spannen, Santino. Zo spant er geen skeleton. Oh, je wilt dat hij bij mij op de raft gaat spannen? Ja, okay, ja. Een schaap gaat land op en begint te eten, want we moeten wel een bed hebben uiteindelijk ook voor jou, zodat we kunnen slapen. Weet je wat trouwens ook heel zeldzaam is? Cobblestone. Dus ik wil eigenlijk mijn huis van cobblestone maken, maar dat is niet bepaald heel erg slim om te doen eigenlijk. Oh, ik heb echt al iets van 20 cobblestone. Heb jij 20 cobblestone? Nee, dat is een grapje. Ik heb er 6. En die bomen groeien ook niet. We hebben echt bone meal nodig. Nee, weet je waarom die bomen niet groeien? Er is geen licht. Oh, kijk uit. Schaap. Er is geen licht op dit moment. Ja. Dus dat is het dan ook een beetje. Groeien ze daarom niet? Nee, trouwens weet ik niet. Ik wil botten hebben. Ik wil bone meal hebben. Ik wil eigenlijk heel veel dingen hebben waar ik nu niet heb. Dus nu moet ik gewoon eigenlijk een beetje gaan wachten of zo. Wacht, ik heb jij eten toevallig? Je hebt toch hooibalen? Daar kan je brood van maken. Dus eten is niet Nee, weet ik. Maar het was meer voor jou bedoeld, hoor. Ja. Het is goed met je. Ik ga even deze grens van jou weghakken. Zo. En dan kan ik... Nee, waarom? Wat is mijn grens? Omdat ik dan even lekker wat te eten kan maken. Nu heb ik 9 lekkere broodjes. En jij hebt het niet. Nee, ik heb er 12 inderdaad. En we moeten trouwens wel goed blijven opletten, hè? Want het zou best kunnen dat we nu al lang al wat zeldzaams hebben gemist, Santino. Ja, dat ben ik dus. Maar ik wacht eigenlijk op nog 2... Heb jij nog 2 cobblestone voor me toevallig? Ja. Ga jij nog dat huis voor jou maken? Of... Ja, daar ga ik dus nu mee bezig. Oké. Met jouw cobblestone. Met mijn... Ja, ik maak geen huis voor cobblestone omdat ik het niet heb. En dan maak jij het. Nou, helemaal prima. Grapje. Nee, dat is een grapje. Oh mijn god. Weet je wat ik ook zit te denken, Santino? Misschien moeten we straks even gaan duiken. Want we hebben zand. Ja, we hebben zand nodig voor gras. Voor gras? Zand wat? Voor glas bedoel ik, niet voor glas. Okay. Nee, het scheelt maar 1 letter. Nee, ja, we hebben, even we hebben zand nodig voor glas. Maar als ik nu ga duiken, zitten dus allemaal van die onderwaterzombies ook. En dat is niet zo slim. Ja, maar jij zegt dat wel, maar ik ben nog geen 1 mop tegengekomen, maat. Nou, in de vorige aflevering ging ik bijna dood, hè. Echt waar? Ja, ik ging letterlijk bijna dood. Er spant hier letterlijk gewoon helemaal niks bij mij. Nou, Santino, of er nou wel of geen zombies zijn, ik zal maar uitkijken. Want vorige keer kreeg ik letterlijk bijna een trident op mijn kop. Oh mijn god, zijn er zulke zombies hier? Ja, dat zijn toch waterzombies? Ja, nee, maar die spannen... Dat is best wel zeldzaam als ze met een trident spannen namelijk. Echt? Ja, dat is... Ja. En dat die trident erop, dat is nog zeldzamer, zeg maar. Ja, nee, maar dat gebeurt dan weer net niet, weet je wel. Alles, maar net niet. Oh, we hebben bone meal nodig. Hé, maar jij vindt mijn multicolor ding wel mooi, toch? Ja, ik vind het heel mooi. Ga ook ik ga een multicolor huis maken. Hé, ik ga gewoon wat hout verzamelen, want ik wil de muren van mijn huis mooier hebben. Alleen, ik heb ook hout nodig, maar die bomen groeien niet. Ik word helemaal gek. Laat even in de comments weten waarom die bomen niet groeien. Ja. Er is een skeleton. Oh mijn god. Nee, maar dit is stop. Dit is stop. Waar komt die vandaan?
Hij dropt geen bones! Oh, dat meen je niet. Hij dropt geen bones. Dat is vervelend voor je. Nou, misschien spawnen ze straks wel weer. Ja, maar dan weten we in ieder geval dat het platform nu groot genoeg is dat er daadwerkelijk skeletons kunnen spawnen. Maar ik heb wel een bow. Dus dat... Oh! Stond hij nou? Hier zit een zombie. Hier zit een zombie. Zombie. Yes! Waarom spawns in één keer? Weet ik veel! Ik heb bones! Ik niet! Oh mijn god. Oké, ik heb 6 bone meal. Het eerste wat ik ga doen, moet het tactisch doen. Ik ga dit doen, dan krijg ik wat seeds. En dan deze boom laten groeien. Hij groeit niet. Waarom? Je moet ruimte, je moet goed ruimte maken, bro. Je kunt deze wel doen, deze wel. Welke? Ja, ik heb nu geen bone meal meer. Echt? Oh mijn god. Ja, ik heb nu geen bone meal. Nou, jullie moeten me echt even helpen in de reacties. Want ik ben blijkbaar dus Minecraft noob en ik doe dingen verkeerd. Dus dat is niet goed. Maar, Santino. Ja? Ik heb wel... Nou, nog niet. Ik heb... komen letterlijk geen Santino. Ik ga dood. Ik heb een half hartje. Ik heb een half hartje. Oh mijn god. Let's go, ouwe. Waar komen al die skeletons opeens vandaan? We moeten uitkijken, want er mogen geen creepers spannen of zo, hè? Nee, dat snap ik. Wacht, ik heb boomwiel. Let op. Ik heb hier magie. Laat die boom groeien. 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Let's go! Dat was mijn laatste! Oké, wow. Maar ik wil ook seeds hebben, dus kom op. Ja! Ik heb een rode bloem! Oh mijn god! Deze man doet alles voor een rode bloem houden. Ja! Santino? Ja? Wat valt jou op? Wat valt mij op? Ja? Wat zijn we kwijt? Ik moet even goed nadenken, wacht even. We zijn wat kwijt. We zijn echt wat heel belangrijks kwijt. Waarschijnlijk gekild door de skeletons. Nee! Echt wat... De schaap! Ja! Het schaap is kwijt! Nee. Oh. Rip Bert. Wacht, dan ga ik ook meteen De schaap is gewoon weg. Het meen je niet. Dit vind ik zonde. Wacht eventjes. Ik maak heel even wat leuks. Ja. We moeten een ceremonie voor Bert doen. Bert, waar gaan we dat doen? Nee, je moet een cobblestone fence maken. Dan kan je zo'n grafsteen maken. We moeten een grafsteen voor Bert maken. Ik heb hem voor nu even hier neergezet. Zo hoe maak ik een cobblestone fence? Heb jij hier nog cobblestone? Maat. Daar vraag je me wat. Heb jij nog... Oké, mag ik die? Wacht, hier. Mag ik die? Hé, dat huis... we laten het huis zitten. Ja, dat doe ik een andere keer wel afmaken. We moeten... You wanna pay homage to Bert. Ja, kom. Oh, wacht. Ik kom eraan zo op. Zo, en dan... Heb ik hier nog wat grasblokken? Dan maak ik dit gewoon meteen even wat groter. Ah, wat is er? Skeleton! Serieus? Kill hem, kill hem. Au. Jongen, wacht, ik ga dood. Echt irritante... Au! Dat zijn de moordenaars van Bert, jongen! Je sloeg mij! Ja, sorry. Kijk, we doen dit. Dit gaat vanaf nu de plek worden voor Bert. Nee, je moet het zo doen. Kijk, zo. En dan moet je hier de sign op doen. Zo, hier. Doe eens. Niet lol! Waarom doe je een bordje met lol, gast? Serieus? Kom, doe hem hierop. Ik weet het niet. Oh, wat moet ik doen? Hier en dan rip Bert. En dan doe je 2023 en 2000... Nee! Ik doe het wel. Oh, daarboven. Ik doe het. Ja. Kom goed. Wacht, oké. Okay. Kijk, dus. Zo. En dan, wat was het? Rip Bert? Rip Bert. Rip 2023 tot Bert. 2023. Oh, wacht. Oké, ja. Rip Bert. En dan 2023 tot 2023. En dan... Ja. Oké, zo. Oké, en dan ga ik hopen dat er nog een bloemetje... Ja! Oh mijn god, ik krijg letterlijk alleen maar rode bloemen. Dit is echt top. Wacht, dit is echt top. Wat is er? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Je bent tot... Waarom ben je aan het lachen? Kijk eens naar het bordje. Wat heb je gedaan? Ribbert lol. Nee, gast! Er is niet lol. Hier, en we... Zo, dan zetten we hier een mooi bloemetje voor Bert neer. Maat, er zijn hier veel spullen in één keer. Wow, joh, mijn Raft is echt beest, ouwe. Wat voor spullen heb je? Heb je nog zeldzame spullen ertussen of niet? Nee, maar ik heb echt 16 gouden ingots. We moeten een nieuw schaap krijgen, Santino. Anders kunnen we helemaal geen bed of zo maken, hè? Dat is echt een probleem. Nee, komt goed. Ik ben heb ik eindelijk rode dye? Heb ik geen schaap meer voor rood wol? Ik wou namelijk een rood huis maken. Oh, jongen, toch. Echt waar. Oh. Oké, eens even kijken. Ik kan mijn huis wel afmaken, dat scheelt. Kijk, hier wil ik raampjes. Zo. Oké, nou, dit is de voorkant van mijn huis. Lelijk. Nee. Nou, lelijk. Waarom meteen zo? Waarom ben je niet gewoon meteen... Lelijk huis.
Nee, ik reed dit. Nee, ik reed het niet. Oh, wacht. Oké. Is het nog steeds lelijk met dit? Wacht. Ik kom kijken, ja? Dammit, ik kom er één te weinig. Op zich met al die verschillende kleuren. Wat heb je nodig? Nou, ik wil eigenlijk gewoon flexen. Oh, serieus? Ja, ik heb allemaal goud, maat. Besef dat er ook diamonds kunnen aanspoelen, hè? Maar dat is echt heel zeldzaam. Oh ja, maar dat heb ik al één. Heb je een diamond? Nee, grapje. Oh, ik dacht al, hè. Ik denk dat jij een diamond hebt. Oké, ik ga trouwens deze boom hakken, want ik heb die logs nodig. Jawel. Nee, dat is Angle. Jawel. Nee, Angle? Ja, weet ik veel hoe dat is. Is dat de naam van jouw boom, Angle? Angle. Oké, ik wil hier namelijk de hoeken, wil ik op deze manier zo maken. Alleen ik heb nog meer nodig. Weet je wat ik ga doen, Sotino? Nee. Ik ga een bootje maken. En ik ga kijken of ik ook hout kan vinden. En dan ga ik dat gewoon lekker zo opvaren. Wat heb jij met dat goud? Ja, nee, dan kan ik mijn ingang even afmaken. Zo. Ja, door middel van het varen kan ik gewoon allemaal blokjes van allemaal items verzamelen. Maar nergens krijg ik ook hout. Ik krijg alleen maar dat lelijke hout. Krijg je ook hout? Nee. Hoe krijg je nergens ook hout? Ook! Ook! Oh, wacht, ik heb het al. Hé! Nee! Jawel! Weg! Jawel. Weg. Ik heb het al. Auw! Nee, maak me niet uit. Au. Zal ik jou eens even met mijn bel slaan? Nee. Heb jij nog bone meal? Nee. Niet? Jawel, hè? Nee, oprecht niet. Oh, jawel, ik heb wel een ik heb één boom. Doe een boom weer doen. Moet ik boom weer doen? Hier, alsjeblieft. Kijk, nee, je moet weer een boom laten groeien, want ik heb dat hout nodig. Waar heb je het nou gedropt? Ja, daar ergens. Oh, ik heb het. Oh, dat is twee. Oh ja, ik heb er één verspild aan de bomen bij mij. Meen je niet? Wacht, werkt dit? Nee, kom op. Het werkt niet! Hé, er is een dolfijn daar, gek! Waar? Skipper, daar. Waar? Daar, beneden nu. Wacht, ik ga met hem mee zwemmen. Ik zie hem niet. Skipper, waar is een dolfijn? Hier is hij. Hier. Oh, hey, Skipper! Ik verdrink. Oh, ik verdrink ook. Oké, we moeten dus ook een dolfijn vangen. Ik moet gewoon echt binnenkort een aquarium gaan maken. Want al die vissen, mijn vis Bluppy is ontsnapt. En mijn schaap is dood. En een dolfijn kan ik nu letterlijk niet eens vangen. Ik heb nergens hout. Ik ben gewoon letterlijk de hele tijd aan het wachten op hout. Oh, wacht, ik heb er nog even voor je. Hier, alsjeblieft. Oh. Echt? Oh, dat is letterlijk de enige die ik nog nodig heb. Dankjewel. Oh, ja, alsjeblieft. Zo. Oh nee, ik heb er nog één nodig, maar die komt later wel. Kan ik dat niet ergens vinden in het water? Oh, ik zie iedereen. Oh nee, dat is van dat oranje hout. Ik wil niet van dat oranje hout. Ik besef in één keer hoe ongelooflijk lelijk mijn huis is eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ik vind mijne dan op zich nog wel mooier. Nee, jij mag niet oordelen over mijn huis, dat mag alleen ik. Oké, ik heb hier wat slabs. En dan, mijn huis is gewoon al bijna klaar, hè. Ik moet alleen nog het dak erop zetten en dan ben ik al klaar. Ik ga even zand graven. Alleen, ik wil eigenlijk een ander kleur dak. Ik wil het eigenlijk van het oakhout hebben, maar het is gewoon zeldzaam op deze raft, man. Dat is zeer zeker niet het geval. Nee, omdat jij alles pakt de hele tijd. Jij pakt de hele tijd al mijn hout. Nee, lekker voor je. De raft pakt al jouw hout. We moeten trouwens samenwerken. Het is de bedoeling dat we samenwerken, Santino. Het is geen bouwwedstrijd of zo, hè? Ja, maar ik zie dat wel zo. Ja, het is goed met je. Zo. Ik denk dat op één blokje ook hout. Ik vind nergens ook. Weer die dolfijn. Wow. Hij is gewoon letterlijk... Bro, hij is met die items aan het spelen. Ja? Jij hebt nergens ook, maar je maakt wel een oakboot. Waarom? Ja, maar die had ik al. Oh, oké. Die had ik al. Oké, maar die bomen moeten groeien. Ik snap niet waarom die bomen niet groeien. Snap jij dat? Jij weet dat je vlakbij een tempel zit, hè? Echt? Er zit hier een onderwater tempel. Wacht, ik ga zit hier... Ja, maar we zijn nog lang niet sterk genoeg voor die tempel. Nee, weet ik, maar er zit hier wel een kist. Wacht, niet doen. Niet pakken. Waarom niet? Daarom niet. Wacht, gaan we hem pakken? Er zit echt geen kist. Nee, wacht, er zit geen kist. Zit er geen kist? Ik denk dat je daar moet graven, maat. Oh, oké, maar dat ga ik een andere keer doen. Eerst wil ik mijn huis afmaken. Dat is mijn prioriteit 1. Okay. Dan ga ik de andere keer die tempel bezoeken. Ja, het is gewoon zo'n klein monument ding. Ik weet niet of je dat chests kan halen, maar volgens mij wel. Volgens mij wel, maar het is nu voor prioriteit dat als het weer nacht wordt, dat ik dan tenminste normaal kan slapen. En ik weet het niet hoor, Satino, maar ik heb mijn huis af. Oh ja, maar heeft jouw huis glas? Nee. Ha. Nee, maar heeft jouw huis glas? Nee, die hè? Die daar niet mee bezig is, hoor. Neem alsjeblieft ook voor mij mee. Ik ga heel eerst even mijn ding afmaken. Zo. Nee, ik wil dat je ook van mij glas meeneemt. Kijk, dit is toch mooi? Wat? Kijk. Wat is mooi? Hallo. Oh, maar geef mij ook. Ik heb...
Alsjeblieft. Ik heb maar een paar nodig. En dan is mijn huis klaar. Alsjeblieft. Twee. Oh, die heb ik nodig zo. Oh. Nee, drie. Ja, dank je. Goed zo, goed. Kijk, nu doe je het goed. Nu help je me daadwerkelijk om het mooier te maken. Heb je ook nog glazen blokken? Daar heb ik er ook twee van nodig. Ja, ik weet het. Ik eis veel van je. Jij hoort dat niet, hè? Wat? Je bent het slopen, hè? Heb je blokken? Alsjeblieft. Ja, top. Dank je. Kijk eens aan. En dan is mijn huis op de... Ik had een furnace, maar die is nu weg. Huh? Bro, waar laat jij al jouw... Nee. De furnace die ik hier heb, is de mijne. Serieus? Heb jij niet... 100%. Heb jij nog cobblestone? Ja, twee. Twee. Dan kom ik letterlijk één cobblestone tekort, hè? Wacht, ga ik even kijken aan mijn kant? Nee, heb je niet in je kist nog ergens? Wacht, trouwens. Ik heb een kist. Ik heb hier kisten. En... Ja, met helemaal niks in waarschijnlijk. Oh mijn god, ik heb hier letterlijk de hele tijd allemaal spullen zitten, hè? Jessie. Ja, ik had het in het begin dat ik dat erin gedaan, maar ik was het vergeten. Oh. Kijk, kom eens. Mijn huis is klaar. Wil je een tour hebben? Oké, wacht. Ik kom eraan, ja. Geef me even... Wacht. Hij is nog niet helemaal klaar. Ga weg. Nee, je zei dat ik mocht kijken, dus ik ga kijken nu. Oké, ik moet alleen nog een bordje neerhangen met dat dit mijn huis is. En jij moet hier een bordje hangen met dat dit jouw huis is. Ja, dat is maar... goed. Kijk eens aan, welkom in mijn huis. Vind je het mooi? Mooi! Ja, dat kan ik van jouw huis niet zeggen. Santino, niet! Hij heeft twee ogen. Oh, echt jongen. Oh. Nou, weet je wat, Santino? Ik denk dat jij jouw huis een andere keer nog moet afmaken, want hij is nog niet helemaal klaar, hè? Ik denk het ook. Ik ben ermee bezig, maar dit wordt wel echt een mooi huis, man. Ja. Welkom terug op mijn Minecraft Raft. Ik moet hier overleven op mijn raft en dat doe ik door middel van al deze spullen die dus aanspoelen. En, oh mijn god, er zijn echt weer heel veel spullen. En heel soms kunnen er ook zeldzame spullen aanspoelen. Zo heb ik de vorige keer namelijk een schapenei gekregen. Alleen mijn schaap is doodgegaan door een skeleton in de aflevering met Santino. En daarover gesproken, die heeft dus dit lelijke huisje gemaakt. Laat in de comments even weten wat jij ervan vindt. Maar wat ik dus in deze video wil gaan doen... Ik had een vis genaamd Bluppy. Alleen Bluppy is ontsnapt. Maar ik ga een nieuwe vis vangen. En ik wil dus een aquarium maken voor die vis. Alleen dan heb ik natuurlijk glas nodig voor zo'n aquarium. En hoe kom ik aan glas? Daarvoor kan ik gewoon naar de bodem duiken. Alleen daarvoor mag ik niet doodgaan. Dus dat is nog wel een probleempje. En ik zou het ook wel fijn vinden... als er misschien nog even een keer wat aanspoelt... wat zeldzamer is. En dit is trouwens mijn schaap. Rip, Bert, lol. Dat heeft Santino gedaan. Ja, in ieder geval... Ik heb weer even wat eten nodig. Zo, gelukkig spoelt er echt heel veel hooi aan. En met het hooi kan ik gelukkig wat brood eten. Daar ben ik wel blij mee. Alleen ik wil toch even wat anders eten. Ik heb hier twee seeds, dus ik ga een farmpje maken. Oké, eens even kijken. Ik ga eerst wat dirt verzamelen. En waar ga ik mijn farmpje maken? Ik denk dat het wel leuk is als ik mijn farmpje naast mijn huis maak. Dus ik begin gewoon even met de raft meteen even een stukje groter maken. Zo, en dan zet ik hem tegen het huis aan van Santino. En dit huis is trouwens nog niet af, dus laat even weten in de reacties of jullie willen dat Santino nog een keer terugkomt om dat huisje af te maken. En uiteindelijk wil ik dus dat meerdere YouTubers op de raft een huisje gaan maken. Dus laat even weten welke YouTubers ik nog meer moet uitnodigen voor op mijn raft. Maar voor vandaag ben ik helemaal alleen. Ik heb een hoe nodig, dus we gaan even mijn huis in. Dit is trouwens het huisje wat ik heb gemaakt. Het is heel klein, ik weet het. Ik moet dit nog een keer gaan upgraden. Oké, voor nu maak ik een hoe. Zo, een iron hoe. Zonder van mijn iron, maar maakt niet uit. En dan begin ik hier gewoon even met een heel simpel farmpje. En uiteindelijk kan ik dat farmpje natuurlijk mooier en mooier maken. We beginnen eens zo. Hoppakee, we hebben een farmpje. En ik denk dat het leuk is als ik meteen een soort van hoekstukken bij dat farmpje maak. Om hem toch nog even iets mooier te maken. Dus heb ik nog dirt. Ja, kijk, dan maak ik mijn raft meteen even een stukje groter. En dan hier nog een hoekstukje. En hier, kijk eens aan. Welkom op mijn farm. Ik weet het, het is heel erg lelijk. Ik heb hier trouwens ook bamboe. Die kan ik... Oh, dat is wel leuk. Die kan ik hier tussen gaan plaatsen. Dit moet trouwens dan ook weg. Zo. Dit moet weer normaal gewoon dirt worden. Alleen weet ik dus niet of dit nu ook daadwerkelijk kan gaan groeien naar gras. Nou, daar komen we later wel achter. Of net trouwens. Eerst even kijken. Is hier een stukje dirt voor mij? Jazeker. Kijk, dit is top. En die kan ik dan vervolgens hier gaan plaatsen. En dan kan het, als het goed is, gewoon weer gras worden. Alleen heb ik nog een stukje nodig. Kijk. Zo. Hier is weer wat aangespoeld. Dankjewel. En dan ga ik gewoon al die wanden ga ik van bamboe maken. Ik denk dat dat op zich wel leuk is op deze manier. En dan hier ook. Hoppakee. En dan hebben we hier mijn farmpje. Waar zijn mijn seeds? Oké, hier. Gelukkig. Want ik heb letterlijk maar twee seeds. En dan krijg ik hier nog een seed uit. Ja. En ja. Dankjewel. Hoppakee. Oké, dit is het begin van het farmpje. Die heb ik even lekker snel gemaakt. En hier zitten trouwens allemaal random blokken. Die ga ik ook even weghalen. Ik wil het namelijk wel een beetje mooi houden, mijn raft. Dus even kijken. Ligt hier ergens nog wat dirt voor mij? Oh, ja. Hoe meer dirt ik heb, hoe beter het eigenlijk is. Want dan kan ik mijn
mijn raft namelijk echt een stukje groter maken. En zo, oké. Dan moet dit hout moet eigenlijk ook nog even dirt worden. Want dit heeft Santino neergezet. En ik weet niet waarom, maar het is oprecht echt heel erg lelijk. En oh mijn god, ik zie wat. Ik zie echt wat heel erg vets. Kijk, dit bedoel ik dus. Maar dat er af en toe zeldzame items kunnen komen. Check dan wat ik heb gekregen. Oh mijn god, ik heb hier... Oh, een cherry sapling. Oké, die heb ik oprecht echt nog nooit gezien. Dit is namelijk Minecraft 1.20.1. Dus dat betekent dat ik ook wat andere saplings kan krijgen. En aangezien hier mijn schaap is overleden, denk ik dat ik hier gewoon die sapling ga zetten. Zo, dan krijg ik als goed zo'n mooie roze boom. Ik heb oprecht geen flauw idee hoe die boom dus uiteindelijk eruit gaat zien. Maar ik wil dit gat nog eventjes vullen. Zo, zo. Wat staat hier trouwens op? Rip Bert. Ja, ik weet het, Santino. Santino zit me letterlijk alleen maar te pesten. Ik ga dit ook weghalen, want ik weet niet wat Santino allemaal heeft gedaan. Maar het is oprecht echt heel erg lelijk. Ik wil dit gewoon allemaal dirt hebben, want ik wil geen houten vloer voor het huis. Dat vind ik een beetje raar. En hier ook allemaal hout. Dit kan op zich nog wel. Ik weet niet wat Santino hier allemaal voor plan is. Maar het zal wel. Daar komen we later wel achter. En oh nee, het begint weer nacht te worden. Letterlijk, de laatste twee keren dat het nacht was, ben ik Bert het schaap verloren. En ik ben letterlijk een keer bijna dood gegaan door een trident. Dat was ook nou niet echt helemaal de bedoeling. Ja, ik moet misschien toch eventjes binnenkort armor gaan maken. Misschien ligt hier nog wat iron voor mij. Ik heb heel veel goud. En ik heb 20 iron. Oké, ik denk dat ik armor moet gaan maken. Zo. En dan een chestplate. Mijn inventory is vol. Zo. Ik moet ook even al mijn spullen in kisten gaan stoppen. Dat is misschien ook wel even slim om te doen. Een broek. Hoppakee. En dan moet ik alleen nog schoenen. Daar heb ik nog 4 iron voor nodig. En het is echt heel erg donker. Heb ik ergens nog iron? Heb ik hier nog? Nee. Oeh, ik heb wel 6 toortjes. Oké, misschien is het handig. Zo, om in ieder geval mijn huis even te verlichten. Ik vind deze boom trouwens wel mooi. Het is toch een hele grote boom. Ik denk dat ik die ga laten staan. En in het huis van Santino stop ik even wat licht. En kijk eens aan. Dan begint de raft letterlijk nu al meteen een heel stuk mooier te worden. Alleen, ik moet een plek hebben om mijn aquarium te maken. Waar ga ik dat doen? Ik denk dat hier naast mijn huis wel een leuke plek is. Dus hier? Ik denk dat ik hem hier ga maken. Alleen, eerst moet ik dan even al deze rommel hier opruimen. En ik heb nog meer dirt nodig. Om daadwerkelijk de raft ook even wat groter te maken. Want ik heb natuurlijk wel ruimte nodig. Oh mijn god, een ei, een ei, een ei. Eens in de zoveel tijd kunnen dus eieren spannen. Dit is een koe-ei. Oké. Ik kan deze nu gaan spannen. Alleen de vorige keer ging dus mijn huisdier dood. Weet je, ik heb een idee. Ik zet dit eventjes dicht voor nu. En ik zet hier mijn koe neer. En dan hopelijk gaat hij niet dood. Oké, koe, blijf hier staan. En ik wil dat jullie in de comments even een naam bedenken voor mijn koe. Oké, dan moet ik verder met dirt verzamelen. Hier ligt een blokje dirt. Oké, en hier ook. Nou, gelukkig spoelt dirt best wel snel aan. Dus daar ben ik wel blij mee. En dan moet ik natuurlijk ook nog gaan bedenken hoe ik daadwerkelijk mijn aquarium eruit wil laten zien. En ik heb natuurlijk ook een vis nodig. Ik had de vis genaamd Bluppy, maar Bluppy is ontsnapt. Dus ik heb een nieuwe vis nodig. Ik moet zeggen, de raft begint oprecht mooier en mooier te worden. Daar ben ik wel blij mee. En heb ik inmiddels trouwens weer genoeg iron? Ik heb iron nodig voor schoenen. Dan heb ik 4 iron nodig. Nee, heb ik niet. Weet je wat? Die schoenen komen later wel. Tot nu toe spannen er geen mobs. Daar ben ik wel blij mee. En is er al iets gegroeid in mijn farmpje? Oeh, het bamboe is wel bijna klaar. Dit ziet er oprecht echt heel erg vet uit, vind ik. Laat in de comments even weten wat jij ervan vindt. Oké, hier ligt nog allemaal dirt. En ik wil dat deze boom gaat groeien. Ik ben benieuwd hoe die eruit gaat zien. Oké, dit moet ik ook allemaal eventjes gaan vervangen. Dit is nu namelijk allemaal hout. Dit is namelijk de originele raft. Maar ja, het is natuurlijk inmiddels veel groter. Dus de originele raft, die kan weg. Later. Dit kan weg. De barrel kan weg. Dit kan weg. En dit kan weg. En dan ga ik even wachten totdat het weer dag is. Want als het weer dag is, kan ik namelijk onder water. Want nu, ja, je ziet het niet heel goed. Maar onder water kunnen dus van die zombies zijn. En daar heb ik niet heel veel zin in. Oké, ondertussen ga ik trouwens even al mijn spullen ga ik even in de kist stoppen. Want mijn hele inventory zit vol. Oké, ik pak even alle tools die ik nodig heb. Pak denk ik even wat cobblestone en even wat hout. Wat iron. En ik heb nog een vishengel. Wat misschien ook wel slim is om even te doen, is om even te gaan vissen. Want het kan dus zo zijn dat ik een enchanted boek krijg. En ik wil op zich wel een enchanted boek. Want ik wil een enchantment op mijn helm zetten dat ik onder water kan ademen. Als ik dat heb, dat zou echt heel overpowered zijn. Dus kom op. Geef me alsjeblieft even wat lekkers. Ik hield hem te vroeg binnen. Oké, dat is niet de bedoeling. Oh. Oh.
Oh, ik heb een vis gevangen. Oké, daar heb ik niet heel veel aan. En ik heb een jungle zeppelin. Oeh, dat is ook een nieuwe zeppelin. Volgens mij had ik die letterlijk ook nog niet. Oké, dat is echt top. En wat is dit? Wat spant hier nou weer? Een melon seed. Hoe werkt dat eigenlijk? Kan ik dan dit doen en dan... Werkt het op die manier? Nee, ik heb geen idee. We gaan het vanzelf zien. Ik zou het op zich wel nice vinden als we wat meloen hebben. Eerst moet ik hier nog even wat dirt plaatsen. Zo. Oké, ik denk dat ik gewoon even ga slapen. Dan is het in ieder geval weer dag. En dan ga ik glas verzamelen om een begin te maken aan mijn aquarium. Al moet ik ook nog wachten op heel veel dirt. Ja, even slapen. Een hele goede morgen. We zijn er weer. En er is ook meteen weer wat dirt gespand. Dat is helemaal top. Oké, ik denk dat het tijd is dat ik even een bootje ga pakken. En had ik nog een bootje? Nee. Heb ik hier ergens nog een bootje? In mijn kist? Nee. Of hier een bootje? Ik wist dat ik een bootje had. Waarschijnlijk heeft Satino die gestolen. Wacht, nou, dan maak ik gewoon even een nieuw bootje. Want we hebben echt heel veel hout. Kijk eens aan. Zo, een mooi donker bootje. En dan ga ik ook eens even kijken of ik misschien wat onder water kan vinden. Want hier zit namelijk een onderwatertempel. Die had Santino gevonden. En ik weet het niet zeker, maar hoort daar ook een kistje te liggen? We gaan er gewoon achter komen. Oké, eens even kijken. Zit hier ergens onder een kistje? Kom op, kan ik dit weghakken? Ik heb een magma cube. Geen idee wat ik eraan heb. Ik ga dood. Ik moet omhoog. Heb ik eten? Ik heb geen eten mee. Weet je wat? Dat zoek ik later wel uit. Wat zie ik trouwens daar allemaal? Oh, hier is letterlijk allemaal koraal. Wacht, ik moet mijn bootje pakken. Dat koraal kan ik echt perfect gebruiken namelijk. Voor natuurlijk mijn aquarium. Dus dat ga ik meteen ook even hakken. Dus even kijken, waar was dat nou? Dat koraal is hier beneden en oh, ook allemaal dolfijnen. Die dolfijnen, die wil ik sowieso hebben voor in mijn aquarium. Alleen ik weet niet hoe ik een dolfijn tem. Ik denk dat het belangrijk is dat ik eerst mijn vis Bluppy terugkrijg. Oké, we zijn er. Dit is echt heel mooi. Ik neem denk ik gewoon van alles mee. En dan zie ik het uiteindelijk wel wat ik allemaal heb. Sowieso van die rode blokken. Ah, ik ga dood. Omhoog. Oh, dat scheelt echt niks. Heb ik eten mee? Nee, niet echt. Oké, wacht. Kan ik verder nog wat dingen vinden? Ik heb nu... Huh? Ik heb niks. Hoezo heb ik niks? Hoe kan ik dit meenemen? Kan ik niet gewoon dit zo weghakken en krijg ik dan een blokje of... Huh? Je krijgt dood koraal. Oh, daar heb ik toch helemaal niks aan. Hoe krijg ik dan levend koraal? Heb ik dan silk touch nodig? Of kan ik dat gewoon weer onder water zetten? Of moet ik het wegscheppen of zo? Wacht, als ik dit doe. Nee, met een schep werkt sowieso niet. Oké, deze wil ik wel sowieso. En als ik dit meeneem... Dat kan ik ook niet meenemen. Hoe krijg ik dat? Laat even weten in de comments hoe ik dat het beste kan doen. Oh nee, ik ga dood. Ik ben dood! Oh nee! Oké, dat was niet de bedoeling, maar... Er zijn hier wel weer heel veel spullen. Die kan ik allemaal meenemen. En ik weet gelukkig waar ik dood ben gegaan. Ik wil mijn spullen terug. En we zijn weer aangekomen op mijn mooie eilandje. Kijk eens, helemaal top. En kijk eens aan. Ik heb meteen ook heel veel dirt erbij gekregen. En dat betekent dat ik dit even helemaal kan dichtmaken. Want hier wil ik het aquarium maken. Zo. En dan dit gedeelte ook nog even. Oh, is dat het zo vervelend als je een blokje misplaatst? Oké, hier ga ik een aquarium maken. Ik moet sandstone hebben. Hoe maak ik dat? Daarvoor heb ik, als het goed is, gewoon 4 zand nodig op deze manier. Ja. Ik weet niet hoeveel blokken ik nodig heb. Ik doe er voor nu gewoon even 20 of zo. En dan... Ah, daar is allemaal zand alweer op. Dat meen je niet. Oké, wacht. Dit moet weg. Ik ben zo niet slim bezig. Dit wordt voor nu de bodem van mijn aquarium. En oh, ik heb echt precies genoeg. Stop. Hier zet ik weer... Dirt neer. En dan ga ik weer even slapen. Anders komen er weer allemaal mobs. Wel trusten. Ik heb weer zand nodig. Oh, moet ik weer gaan scheppen. Oké, maakt niet uit. Want zoveel heb ik niet nodig. Dus zo. En dan moet ik uitkijken dat ik niet weer dood ga. Want dat was net zo dom. Dus ik ga nu gewoon op tijd naar boven even. Oké, even ademen. Wat heb ik? Ik heb 5 zand. Ik heb wel iets meer nodig. En we gaan weer naar beneden toe. Kijk, gelukkig is zand helemaal geen probleem als je dus op een raft zit. Let's go. Dankjewel. Kom maar hier met al het zand. En... Oh nee, nee. Ik wil niet weer dood. Oké, dan maak ik hier zo glas van. En dan voor de zijkanten van mijn aquarium wil ik dit hout gaan gebruiken. Ik denk 3 of 4 hoog. Ik denk dat 3 hoog op zich wel prima is. Alleen heb ik meer nodig. Ik moet een nieuwe axe maken, want ik kon dus mijn spullen niet meer vinden die ik net was kwijtgeraakt. Dus ik ben letterlijk al mijn armor en alles wat ik net heb gemaakt ben ik kwijt. Waarschijnlijk is het weer meegenomen door de stroming, want er zit een stroming in deze wereld. Waardoor dus al die spullen aanspoelen. Ik heb deze boom nodig, zo. En ik heb nog meer hout nodig. Kijk, deze ga ik ook gewoon meteen hakken. Want deze staat hier toch heel erg lelijk. En dan volgens mij had Santino... Ja, jij. Oké, Santino heeft die bomen voor me geplant. Kijk, hier ben ik blij mee. Daar heeft hij toch nog wat nut
nuttigs gedaan. En heb ik een zeppelin, 25. Oké, ik plaats gewoon meteen een nieuwe. Let's go. En oh, een appel uit de boom. Daar ben ik wel blij mee. En dan hier ook. 1, 2, 3. Hier ook. 1, 2, 3. Hier 1, 2, 3. En mijn meloen staat hier niet meer zo goed. Die moet ik even opnieuw plaatsen. Ik heb alleen geen home meer. Dat doe ik later wel. En dan hier tussen wil ik denk ik cobblestone hebben. En ik heb ook weer een nieuwe pickaxe nodig. Heb ik nog iron? Ik heb geen iron meer, maar dat is vast wel aangespoeld voor me. Weet je wat? Ik maak wel gewoon een gouden pickaxe. Ik weet dat die heel slecht is, maar dan kan ik voor nu in ieder geval wat weghakken. En ik heb even al dit cobblestone nodig. Kijk, die mag dus weg. En dan zo, de muren maak ik van cobblestone voor mijn aquarium. En dan uiteindelijk kan ik het aquarium natuurlijk nog mooier en mooier maken. Maar ik heb nu niet heel veel spullen. En dan de voorkant van glas. Is er al glas klaar? Ja, ja, ja. 15 blokken. Ik hoop dat dat genoeg is. Ik denk het niet. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dit is letterlijk precies genoeg. Dit is tol. Ah, nee. Ik plaats een blok mis. Serieus. Nou, dan pak ik één stukje zand. Dankjewel. Doe ik die even in de furnace. En dan moet ik weer even wachten. Pak ik even dat glas eruit. En nu niet verkeerd plaatsen. Biem. Oké, het zit goed. Deze onderkant wil ik trouwens ook nog zand hebben. Maar dat doe ik later wel. Ik ga er nu gewoon even wat water in gooien. En ik had volgens mij al een bucket ergens. Ik had hier een bucket. Ja. Oké, let's go. Het enige wat ik nu moet doen is even hier een trappetje maken. En dan moet ik het even helemaal vullen met water. Oké, het is helemaal gevuld met water. Nu moet ik het nog maar op één manier afmaken. En dat is, we pakken even dit hout erbij. En dan wil ik... Ik wil trapdoors hebben. Ik denk dat dat wel mooi is. Zo. Hoeveel trapdoors hebben we dan? 8. Dat is een beetje weinig. Dit is een andere kleur hout volgens mij, of niet? Ja. Oké, ik ga jullie gewoon dat idee laten zien, want ik heb nu niet genoeg hout. Maar wat ik wil doen, ik wil hier allemaal trapdoors neerzetten, zodat we heel makkelijk zo bij de vissen kunnen komen. En dan zo, zo. Heb ik trouwens nog van dat hout? Hier in mijn kist. Oh, joh! Ik heb meer dan genoeg van dat hout. Of is dit dat hele donkere? Nee, hè? Nee. Dit is top. Dan plaats ik dit nog even op deze manier zo mooi. Hoppakee. Dan wil ik denk ik ook nog wat slabs hebben, want ik wil het wel mooi afmaken. Zo, 64 slabs. Dit zijn veel te veel slabs. En die slabs wil ik... die ga ik hier zo opzetten, denk ik. Zo eromheen. Ja, en dan denk ik dat mijn aquarium wel af is. Dus even kijken, hoe ziet het eruit? Wow. Oké, ik zeg je eerlijk, ik vind het aquarium best wel goed gelukt. Alleen moet ik in het aquarium nog mooie dingen neerzetten. En die onderste rand moet ook nog van zand gemaakt worden. Weet je wat? Dat ga ik even doen. Kijk eens aan, dit ziet er al een stuk mooier uit. En ik heb natuurlijk sea lanterns. Die kon ik wel net meenemen. Dus die moet ik eventjes nog gaan plaatsen. Deze boom zit trouwens wel een beetje in de weg. Ik moet ook een trappetje maken eigenlijk naar mijn aquarium. Kijk, kan ik hier nu in? Ja. Oh, joe. Ho. Ja, zo. Deze ziet er raar uit. Die doe ik wel weg. Hier nog eentje. Zo, dat zat ook gedaan. Maak ik nog even wat ladders. En dan kan ik... Ik vind dit wel een mooie plek. Zo. En dan kan ik via de ladders, kan ik hier perfect omhoog klimmen. Als deze boom weer irritant in de weg staat. Kijk eens aan. Helemaal perfect. Deze kan wel weg trouwens. En het enige wat ik dan nog moet doen is mijn bucket pakken. Misschien ook even wat eten, want ik ga bijna dood. Zo, ik maak er even wat nieuwe broodjes. En nu we hebben gegeten, moet ik alleen nog een vis vangen. Een nieuwe blubby. Weet je wat? Ik ga gewoon weer naar het gebied waar ik net was. Daar waren echt heel veel vissen. Kijk eens aan. Hier onder me zijn al vissen. Maar dit is een puffervis. Oh, dit is blubby. Dit is letterlijk blubby. Ik heb blubby weer gevonden. Hallo blubby. Ik heb hem terug. Ja, ja, ja. Dit is top. En dan het enige wat ik nog hoef te doen om aquarium helemaal af te maken is Blubby vrijlaten. Zo, alsjeblieft. En dan is mijn hele aquarium klaar. Hoi Blubby, ik hoop dat je blij bent met je nieuwe huis. Welkom op mijn Minecraft Raft. Dit is de plek midden op zee. En ik moet hier overleven door middel van al deze spulletjes die dus aanspoelen door middel van de stroming. En wat voor spulletjes heb ik gekregen? Heel veel hout en... Oh, we hebben chains gekregen. Oké, misschien kan ik daar wel wat leuks mee doen. Alleen, mijn hele inventory zit weer vol met heel veel spullen. En het is misschien tijd om binnenkort eventjes een chestkamer te maken. Maar voordat ik dat ga doen, jullie hebben mij in de reacties heel veel tips gegeven. En ik ga die tips even voorlezen. Jente zegt namelijk, bamboe is heel handig voor sticks. Dus bedankt voor de tip. En ik heb van meerdere mensen ook een tip gekregen dat ik dus hoppers moet maken. En dat is echt heel erg slim. Dus ik ga een hopper maken. Hoe maak ik een hopper? Ik heb geen idee. Kijk, hier hebben we één hopper. En dan pak ik nog even wat iron erbij. En eens even kijken. Als ik hier... ik zet gewoon hier een hopper neer. En dat vul ik met iron. En dan hopelijk over een tijdje zit dit helemaal vol. En wat hebben we nog meer? We hebben nog meer items en... Oh mijn god. Oh, we hebben een name tag gekregen. Oké, dit is echt perfect.
Ik kan een name tag gebruiken op Bluppy de vis. Alleen achter glas zie je volgens mij die naam niet eens. Dus ik denk dat iedereen wel weet dat dit Bluppy de vis is. En ik had mijn name tag kunnen gebruiken op Bert. Alleen Bert is overleden. Bert is mijn schaap en die is in de aflevering met Santino aangevallen door iemand. Kijk maar even die aflevering als je dat wil zien. En trouwens, wajo, mijn boom is gegroeid. Oké, dit ziet er heel erg vet uit. Maar ik raak trouwens weer helemaal afgeleid, want ik wil vandaag namelijk wat doen. Dit is namelijk het huis van Santino. En ik moet zeggen, ik vind het best wel een heel lelijk huis. En oeh, mijn koe. Misschien kan ik mijn koe een naam geven. Laat in de reacties even weten of ik deze name tag moet gebruiken op mijn koe. En laat dan ook een naam weten. Maar ik ben weer helemaal afgeleid. Koe, blijf binnen blijven. Goed zo. Dit is het huis van Santino. En ik vind hem eigenlijk wel heel erg lelijk. En iedereen is op vakantie. Elke YouTuber. Dus ik heb een probleempje. Niemand kan mooie huisjes maken op mijn raft. Maar ik denk dat het wel leuk is als ik van dit lelijke huis gewoon een hotel ga maken. Zodat ik heel veel YouTubers kan uitnodigen. En die krijgen dan gewoon een eigen kamer in mijn hotel. Laat dus in de reacties even weten welke YouTuber ik moet uitnodigen. En Santino vindt dat vast wel goed. Want dit is echt heel erg lelijk. En hoe ga ik dat doen? Eerst moet ik een ex hebben. Want ik wil dit huis namelijk eventjes helemaal weg hebben. Zo, het hele huis van Santino is weg. Sorry Santino, binnenkort mag je je eigen kamer inrichten, oké? Dit is namelijk heel erg lelijk. Laat in de reacties even weten of jij het ook lelijk vindt. Ik weet zeker dat jullie het ook namelijk heel lelijk vinden. Wat is dit? Oh, dat is glas. Oh nee, ik dacht een zeldzaam blokje. Eens in de zoveel tijd kunnen de zeldzame dingen aanspoelen op mijn raft. Zoals dus deze name tag. En waar zijn mijn chains? Heb ik die nou net in een kist gedaan? Ik hoop het wel. Vast wel. En hopelijk spant er binnenkort weer een ei. En dan een schapenei. Want dan kan ik tenminste bedjes maken. Want het is wel nodig in een YouTuber hotel natuurlijk. Maar eens even kijken, waar zijn mijn chains? Ik ben mijn chains kwijt. Oh nee. Huh? Heb ik die hierin gedaan? Oh, oké, gelukkig. Ik heb ze nog. Wat ik nu wil doen, ik wil deze vloer even weg hebben, denk ik. Want ik wil een andere vloer maken. Alleen mijn schaap. Hoe ga ik dat? Of mijn schaap? Mijn koe. Hallo, meneer de koe. Ik moet voor jou eigenlijk een hok hebben. Ja, goed zo. Ga je hier maar naar binnen. Hij past niet met zijn dikke billen. Oké. Het begint ook nacht te worden. Weet je wat? Ik ga gewoon even slapen. Want ik heb geen zin dat mijn koe doodgaat door een skeleton. Oké, en terwijl het trouwens morgen is. Ik ben helemaal afgeleid. Ik wil nog even wat anders doen. Ik was de vorige keer ook bezig met mijn farmpje. En ik had een meloen geplaatst. Nou, die is niet gegroeid. Dus, kijk. We maken hier even heel veel sticks met bamboe. En dan zo. Maak ik een nieuwe hoe. En eens even kijken. Zit er al iron in? Nee. Het werkt nog niet heel goed. Maar we gaan mijn farmpje dus ook eventjes... Oh, mijn hele inventory zit de hele tijd vol. Dit is zo vervelend. Kijk, mijn farmpje die is op deze manier weer lekker aan het groeien. En waar doe ik mijn melon seed? Die doe ik gewoon lekker hier. Boeien, het zit toch nog niet vol. Oh, hier komt natuurlijk helemaal geen water. Oh ja, dat is niet heel slim. Maar nu... Wacht. Als ik hier water doe... Kijk. Ik pak hier wat water. En bim! Nu wel! Ziet er misschien niet heel mooi uit, maar maakt niet uit. Oké, waar was ik mee bezig? Ik was bezig met deze ondervloer weghalen. Want ik vind het namelijk geen mooie ondervloer voor een hotel. Misschien kan ik wel dit nieuwe hout gebruiken. Maar die kan ik ook gebruiken voor meubels. Aan de andere kant, ik wil niet zozeer een roze hotel hebben. Ik denk dat ik gewoon een hotel ga maken in dezelfde stijl als mijn huisje. En natuurlijk het mooie aquarium waar Bluppy de vis in zit. En dan eventueel kan misschien ooit iemand dat roze hout gebruiken. Voor nu vind ik die boom daar wel heel erg mooi staan. En zo, de hele vloer is weg. En nu is het tijd om een beginnetje te maken aan het hotel. En daarvoor heb ik heel veel hout nodig. Of ik kan steen gebruiken. Ik denk dat steen wel leuk is. Alleen daar heb ik heel veel cobblestone voor nodig. En wat ik dan wil doen met dat cobblestone, daar wil ik de smoothstone van maken. En dat gaat dan de basis van het hotel worden. En dan ga ik alle details ga ik natuurlijk met... Kijken, met ook hout doen. Ik denk dat dat wel leuk is. En nu dat steen toch aan het smelten is, kan ik misschien eventjes wat doen. Ik heb hier namelijk heel veel hout, zoals jungle logs, wat ik helemaal niet wil gaan gebruiken. Dus daar kan ik gewoon wat kisten van maken, want echt mijn hele inventory zit vol. Kijk, dat zijn 4 kisten. Hier maak ik ook nog even wat kisten mee. En zo, hier maak ik wat kisten mee. En dan moet ik uiteindelijk dus een kistenkamer gaan maken. Ik denk dat dat wel handig is. Maar hoe ga ik het nu doen? Ik ga het voor nu gewoon even hier neerzetten. Ik weet dat het heel lelijk is, maar ik moet wat, oké? Kijk, en dan zet ik dit hier even op deze manier. Zo. En dan wil ik eigenlijk itemframes erop plakken. Alleen daarvoor heb ik leer nodig. Waar is trouwens mijn koe? Oh nee, Oh, nee. Ga me niet zeggen dat mijn koe ook... Wat is dit? Hallo koe, waarom zit jij hier?
Oké, als je maar niet weggaat. Maar jij geeft mij dus leer, alleen ik heb maar 1 koe. Ik heb eigenlijk 2 koeien nodig en dan kan ik ze laten breeden en dan kan ik veel meer leer krijgen. Maar voor nu is dat niet heel handig. Dus dat komt later wel. Ik ga even dit doen. Ik ga het even sorteren. Ik ga denk ik hier al mijn hout doen. Of een groot gedeelte van mijn hout. Zo. Oké, nu kan ik dit helemaal vullen en dan kunnen hier ook geen andere spullen meer bij. En dan ga ik in deze kist even al mijn cobblestone doen. Oké, dan moet ik wel wat cobblestone hebben. Hier, zo, cobblestone. Heb ik hier nog wat cobblestone? Nee, maar wel wat hout. Zo. Voor de rest gooi ik gewoon wat spulletjes weg, hoor. Want ik heb zoveel. Zit hier nog cobblestone in? Nee. En hier, nee. Oh, nee. Ik zie het nu al. Ik heb veel te weinig cobblestone om dat hotel te maken. Dat is het probleem. Oké, zo. Voor hier doen we dat cobblestone. En dan is het steen al klaar. Nee. Maar wat ik kan doen, aangezien ik niet heel veel kool heb, maar wel heel veel bamboe, kan ik heel veel sticks maken. En die doe ik dan gewoon in de furnace. Oké, dat ga ik doen. Dat is slim. Zo, eventjes alle bamboe hakken. Kijk dan, ik heb deze net gehakt en die is nu gegroeid. Maar dit zorgt eigenlijk gewoon voor onbeperkt hout. En volgens mij kan je dus ook bamboeblokken maken. Maar hoe maak ik bamboeblokken? Wacht, kan ik dit doen? Oh, blok of bamboe. Daar kan ik ook wel wat vets mee doen. Misschien kan ik daar een vet huisje ooit een keer mee maken. Laat even weten of ik dat een keer moet doen. Voor nu ga ik gewoon heel veel sticks maken. En die doe ik hierin. Ik weet dat het zonde is van mijn sticks, maar ik moet wat, oké? Ik heb geen kool. En heb ik al wat meer iron? Oh, ik heb er 1 gekregen. Oké, aangezien ik dus heel veel cobblestone nodig heb, lijkt het mij wel slim om sowieso hier wat iron te verzamelen. En dan ga ik gewoon nog wat hoppers maken. En dan ga ik al die hoppers hier neerzetten zo. En daar ga ik dan allemaal cobblestone in doen. Dus eerst wat hoppers. Of ik heb 1 hopper. Ik kan er maar 1 maken. Ik heb nog een iron nodig. Zo, hier nog een hopper. Maak ik even een kistje. En dan maak ik nog een hopper. Oké, we hebben 3 hoppers. Die hoppers ga ik hier zo neerzetten. En dan verzamel ik even zoveel mogelijk cobblestone. Kijk, dat is 1, dat is 2. En weet je wat? Ik pak gewoon de rest uit de furnace van nu. En dan ga ik al deze hoppers op deze manier vullen. Zo met... Kijk, dit moet weg. Met cobblestone, zodat er alleen nog maar cobblestone in kan komen. En beam. Kijk. Dit is slim. En werd het dat er straks hier superveel cobblestone in zit? Oké, dan moet deze hier nog even weg. We gaan het testen. Kijk, hier is cobblestone. En in de hopper. Ja. Dit is top. Bedankt voor de tip trouwens. Maar laten we maar beginnen aan het hotel. Want ik heb namelijk een best wel leuk idee hoe ik dit kan gaan maken. Geef me even dit steen. En dan wil ik het per kamer 6 breed maken. Dus ik ga hier beginnen. Dus koe ga weg. 1. Nee, koe ga weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan vervolgens wil ik... Kijk eens, hier wil ik een raampje hebben op deze manier. Zo. Dat is 1 kamer. Dan komt hier een deur. En dan maken we dit zo op deze manier dicht. Oké, dit gaat dus 1 kamer worden. En dan wil ik hiernaast nog een kamer doen. En dan gaan we dat gewoon op elkaar stapelen. En dan krijg ik als het goed is een heel mooi hotel. Alleen om het verder te maken heb ik nog meer stone nodig. Dus ik weet wat ik ga doen. Ik ga hier in mijn huisje staan. En dan ga ik hier gewoon heel lang stilstaan. Totdat alles vol zit met cobblestone, hoop ik. Oké, we zijn een tijdje verder. En eens even kijken. Zit er cobblestone in? Oh mijn god. Oh ja. Ja. Let's go. Oké, er zit echt heel veel cobblestone in. Dit is top. Dankjewel. Kijk, hier word ik blij van. En dan kan ik dat cobblestone meteen gaan omsmelten. En die sticks trouwens zonde. Ik ga dit doen. Dit is denk ik veel slimmer. Zo. En verder heb ik in mijn inventory alle spullen die ik nodig heb voor dit hotel. Los van glas, want ik moet ook nog glas hebben. Maar eerst ga ik even de voorkant maken. Want hier wil ik namelijk van deze planken gaan neerleggen. En dit wordt een soort van balkonnetje. Alleen is dit geen balkon, dit is de eerste verdieping. Vervolgens wil ik hier dus wat hekjes hebben. Dus we gaan even naar mijn crafting table. Kijk, en nu komen die sticks natuurlijk weer heel goed van pas. Heb je trouwens nog bamboe. Hier 8, 23, zo. Kijk, dan maak ik daar alle sticks van. En dan, kijk, en dan heb ik hier 27 fences. En die wil ik op deze manier zo gaan neerzetten. En koe, je staat echt heel erg in de weg, hè. Ik weet niet of je het door hebt. Oh, vervelend. Koe, ga weg. Oh, echt. Echt, zodra het kan, ga ik deze koe. Oh, zodra het kan, ga ik deze koe slachten. Oké, vervolgens ga ik hier zo wat omhoog. Hier aan de andere kant doe ik hetzelfde. Echt, ik ben je nu zat. Wegwezen. Oh, ga weg. Oké, dank je. Oh, en dan gaat het weer terug. Dit is zo vervelend. Oké, hier zet ik vervolgens een blok op. En aan de andere.
andere kant ook. Dat lukt me niet. Hier een blokje. Dan heb ik hier wat slabs nodig. Zo. Hier tussen plaats ik dan vervolgens de slabs. En als het goed is, heb ik torches. Ja. En ik heb iron. Zit er al wat meer iron in? Nee, oh, dit meen je niet. Ik heb letterlijk bijna geen iron meer. Oké, hier heb ik nog wat. Kijk, dan maak ik nuggets. En dan op deze manier kan ik lanterns maken. Dat is toch wat mooier dan torches. En dan zet ik hier trouwens ook nog een blokje. Hier ook. En dan doe ik hier een lantern. En hier een lantern. En dan hier vervolgens weer slabs. En dit is al het balkonnetje voor de verdieping die erboven komt. Dan plaatsen we hier een mooie donkere deur in. Op deze manier. Eerst met hier nog een plank. Kijk, zo. En bim. En dan vervolgens komt hier glas in. En dat is dan de eerste kamer. Of nou ja, de voorgevel van de kamer in ieder geval. En dan hiernaast wil ik er nog eens zetten. En dan nog meer boven. En dan krijgen we een heel groot YouTuber hotel. En dit gaat de kamer worden van natuurlijk Santino. Want het is anders wel een beetje lullig. Oké, al deze bomen moeten even weg. En kijk eens aan. Wat cobblestone is weer gesmolten. Dankjewel. En dan hoe groot gaat de kamer worden? Ik denk niet heel groot. Het is maar een hotelkamer. Dus ik denk zoiets. Ja, dit ziet er op zich wel mooi uit. Alleen dit moet ik dus nog even helemaal vullen met steen. Alleen dat duurt heel lang met het smelten. Kijk, zo. Maar het idee snappen jullie wel, denk ik. En dan de binnenkant. Daar moet natuurlijk ook nog even een mooie vloer in. Kijk, zo. Dirt weg. En dan gebruik ik spruce, denk ik, als vloer. Ja, trouwens. Misschien is dit wel leuk. Oeh, dit is wel heel erg vet, denk ik. Laat in de comments even weten wat jij ervan vindt. En dan heb ik glas nodig. Ja, daar gaan we. Daar beneden. Oké, ik heb gelukkig niet heel veel glas nodig. Dus dat scheelt. Kijk eens aan. En ik besef me trouwens nu pas een ding. Misschien is het slim om meerdere furnaces te maken. Dan gaat het ook wat sneller met het cobblestone. Maar sowieso heb ik nu een furnace nodig voor glas. Kijk, ik zet hier gewoon nog eentje neer. En hier zet ik er nog één neer. Zo maak ik even heel veel planks. Hier doen we dan cobblestone in. En hier doen we het zand in. En nu is het een kwestie van wachten tot dit zand klaar is. Want ik heb in totaal 4 blokjes nodig. En het zand is klaar. Dankjewel. Kijk, zit er natuurlijk ook mooi glas in. En wat me dan nog wel leuk lijkt om te doen is wat trapdoors. 2. En die plaats ik... kan dat? Kijk eens aan. Oké, dit vind ik best wel mooi. En dan hebben we hier weer wat steen. Kijk, dit gaat echt een stukje sneller met 2 furnaces. En daarmee maak ik gewoon even de rest van de hotelkamer helemaal af. Kijk eens aan. Ik vind het helemaal mooi. En dan natuurlijk voor het plafond ga ik weer hetzelfde doen als de vloer. Want dat is namelijk de vloer van de volgende verdieping. Kijk eens aan. En dan hebben we weer de allereerste hotelkamer. En dan hangen we hierboven zo een lantern voor natuurlijk wat licht. En dan mag Santino dit zelf gaan inrichten. Alleen, zoals jullie nog weten, aan het begin van de aflevering had ik wat chains. En met die chains heb ik een heel vet idee. Kijk, zo hier. En dan bim, bim. Ja, ja, ja. En dan kan ik dit hier gaan ophangen. En dan Santino zijn kamer. Hoppakee. Weet je wat? Voor nu vind ik het heel erg mooi. En dan is dit het begin van het YouTuber hotel. Dus laat even weten wie ik nog meer moet uitnodigen. Want dan moeten we namelijk nog meer kamers gaan bouwen. Want nu is het geen hotel, maar gewoon een huisje. Alex is op bezoek op mijn Minecraft Raft. Oh, het begint zo donker te worden. Jessie, help! Ja, ja, kom maar goed. Kom maar goed, Alex. We kunnen toch gewoon slapen? Dat is toch helemaal geen probleem? Ik heb hier een hotelkamer voor jou gemaakt. Alleen je moet hem wel nog even inrichten zelf. Een hotelkamer? Moet ik je dan ook betalen? Ik heb helemaal geen geld. Nee, maakt niet uit. Je mag hier gratis komen wonen. Maar één probleempje. Je moet hem wel zelf inrichten. Oh, wat vreselijk. Ik heb helemaal niks. Ik kom net van de zee af. Maar kom, Alex, kom. Laten we even gaan slapen. Want ik heb ook niet heel veel zin. Wat is dit nou weer? Wat doen deze mensen hier nou weer? Ga uit mijn huis. Ga weg. Jesse, je hebt bezoek. Hij zit in mijn bed. Oh, Alex. Ik heb een probleem. We hebben maar één bed, want mijn schaap is dood. En er zit een onzichtbare man in je bed. Alex, kom. We gaan gewoon je kamer inrichten en het komt wel goed. Ik heb nog helemaal... Oh, Jesse, kijk uit. Nee. Ik heb een bamboestok. Ik help je met een bamboestok. Wacht. We hebben een wapen voor je nodig. We hebben een wapen nodig. Jesse, we worden beschoten. Er zit ook een skeleton bij. Ja, ik heb een crafting table nodig. Ik ga je helpen. Zombies, ga weg. Ga weg. Alex, we moeten vluchten. Kom. Vluchten, ik ben bijna dood. Ben je bijna dood? Wacht. Kom naar binnen. Oké. Zombies, ga weg. Nee! Alex, waar ben je? Ben je geriespand? Ik heb een zwaard voor je. Nu ben ik bijna dood. Alex, ik heb een zwaard gedropt. Hier. Waar? Op de grond. Buiten. Je moet me helpen. Nu ben ik bijna dood. Zombies, ga weg. Stomme. Heb jij een skeleton? Zombies. Was dat het of niet? Oh joh, dat is gewoon echt helemaal niks. Alex. Ik denk dat het slim is voordat wij je hotelkamer gaan beginnen, dat we de nacht moeten overleven. Wat doet deze koe hier? Dit is mijn koe. Daar moet ik nog een naam voor verzinnen. Ik heb een name tag, maar ik wil die niet op mijn koe gebruiken.
gebruiken. Dat vind ik stom. Oh, oké. Hoezo niet? Is de koe... Oh, nog een skeleton! Oh! Pak hem! Ik heb een tweede afhandje. Ik ben net op één te pakken. Alex, kom! We gaan naar binnen. Het is hier heel druk. Ik heb nogal een klein huisje. Wat doet deze man hier? Hij is hier nog steeds. Oké, ik ga wat brood voor jou maken. Want ik moet natuurlijk mijn gasten wel een beetje verzorgen van mijn hotel. Oh, dan kan ik er verrot vlees op doen. Dat is vast wel lekker. Nee, kijk. Hier heb je lekker wat brood. Zo. Wow, je hebt echt veel broodjes. En mijn hele inventory zit weer vol. Ik moet nog steeds een kistenkamer maken. Daar ben ik vergeten. Dus dat is nog wel een probleem. Kistenkamer? Het is niet dat je superveel ruimte hebt hier zo. En al de ruimte die je hebt, die heb je verspild aan het bouwen van een aquarium. En dit is mijn vis, Bluppy. Wil je een leuk verhaal weten van Bluppy? Bluppy was ontsnapt en toen heb ik hem weer gevonden. Hoe kan hij hieruit ontsnappen? Ik had nog geen aquarium voor hem en toen sprong hij terug het water in. Dus waarschijnlijk wil Bluppy helemaal niet met mij zijn. Maar ja, boeien. Ja, dat blijkt maar weer inderdaad. Oké, maar waar waren we? Het inrichten van mijn huis, maar... Het inrichten van jouw huis. Jesse, ik heb een idee voor een bed. We hebben helemaal geen bed nodig. Weet je hoe paarden Hoezo slapen? Niet? Nou... Die slapen altijd op hooibalen. Ja, maar dan kunnen we toch niet letterlijk slapen? Jij bent toch geen paard, Alex? Dit kan toch helemaal niet? Wie zegt dat ik geen paard ben? Dat zie ik. Je bent een mens. Oké, ik zie dat het is letterlijk misschien wel een beetje waar. Maar voor nu, oké? Voor nu. Ja, maar voor nu heb ik een ander idee. We moeten toortjes maken. We moeten zorgen dat hij zo licht is, dat er niet meer van die mobs spannen. Want jij was net dood en ik was ook bijna dood. Ik was helemaal niet dood. Aangezien het een raft is, we hebben geen kool. Dus dat is nogal een probleempje. Hoezo dus is dat ik een probleem? Denk dat het we kunnen kool makkelijk maken als we een oven hebben. En die zie ik daar. Ja, ik heb een oven. Ik heb hier twee ovens. Nee, ik heb hier drie ovens. Je kan namelijk houtskool maken, wist je dat? Oké, maak jij houtskool. Ik ben namelijk nogal noob in Minecraft. En dan ga ik de farm even doen, ja? Dat is goed. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is wat hout erbij te doen. Oh, Alex. Ik heb hier oprecht twee afleveringen over gedaan, want er is een meloen gespand. Heb je hier twee afleveringen over? Dat is wel veel voor één meloen. Ja, maar ik wist niet hoe het werkte. En ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het werkte. En Jesse, waarom heb je een farm voor seeds als letterlijk de hooibalen aanspoelen met weed? Omdat ik nog helemaal niks anders heb. Dat is nog wel een probleempje. Maar ik wil met deze man traden. Misschien dat hij wat voor me heeft, maar... Dat is wel een goed idee. Maar we kunnen ook meer meloenen planten met de meloentjes die je nu hebt. En dan heb je veel meer eten. Nee, daar heb je toch seeds nodig? Ik kan toch geen meloen planten met een meloen... Jesse, kijk eens in je inventory. Doe één meloenstukje in de crafting table. Kijk eens wat je dan krijgt. Dat wist ik helemaal niet. Oké, wacht. Dan doe ik er hier nog één. En ze hebben ruimte nodig om te groeien. Ja, kan dit? Ik zou... Of niet? Kijk. Zo, dan kan die hierop groeien. Ik zou hem hier ernaast zetten. Deze kan hierop groeien, denk ik? Ja, dat kan. Wacht, doe jij het maar. Of werkt het nu gewoon goed? Ja, dit moet wel werken. Oké, Alex. We hebben de nacht overleefd. Laten we nu eindelijk even gaan beginnen aan je huis, ja? Denk ik dat wel verstandig is. Dat is wel een goed idee. En misschien dat de kool ook al klaar is. Jesse? Jij ziet hetzelfde als wat ik zie, hè? Of niet? Aha, een koe. Dat is... Nee, er staat er een creeper, Alex. Er staat er een creeper. Nee. Kijk uit voor Bluppy. Oké, we moeten de creeper killen voordat we doorgaan. Oh mijn god. Creeper gaat dood. Kijk uit voor de koe. Ik heb hem. Oh, dat is goed, echt helemaal niks. Let's go. Oké, Alex, hoe wil jij je hotelkamer inrichten? We hebben sowieso een bed nodig, maar dat gaat hem niet worden nu helaas. Mijn hotelkamer? Nee, ik heb al een bed. Nee, je bent toch geen paard? We hebben een normaal bed nodig. Voor nu, oké. Ik kan niks anders voor nu. En dit ligt tenminste een beetje zacht. Oké, wat hebben we nog meer nodig voor een mooi hotel? Heb je iets blauws? We hebben misschien... Heb jij bones van die skeletons gekregen? Want dan ik heb er één, ja. Oh, plaats die. Misschien spant er wel een blauwe bloem. Verder heb ik letterlijk helemaal niks blauws. Dat dus is wel een goed idee, maken. Inderdaad. Wacht eens even. Werkt dat? Volgens mij komen er alleen maar gele en rode bloemen. Nee, staan, dat werkt niet. Je kan een rood bed nemen. Dat is toch een mooiere kleur? Of een rode bloem. Ik heb een idee, maar het is wel heel gevaarlijk. Ik ga een schep voor jou maken, want als wij klei verzamelen... Hoe maak ik sticks? Klei, ligt dat niet helemaal op de bodem van de oceaan? Ja, en dan kunnen we potjes maken en dan kun je dan een mooi bloempje in doen. Alleen, of een boompje, want we hebben geen blauwe bloemen. Zo, alsjeblieft. Heb je geen duikspullen voor mij of iets? Nee, ik heb helemaal niks, maar we kunnen misschien wel ooit een keer vissen en dan kan je interessante boeken krijgen. Kom je maar mee naar de bodem van de zee? Ik heb een idee dat we het kunnen overleven. Hoe dan? Oh, ik weet het al. Ja, oké. Maak jij twee deuren? Ik heb er zes. Moet je er
er meer hebben? Oh, yeah. Nee, ik heb al één deur. Dat is wel helemaal goed. Oké. Maar, bommetje! Kijk uit! Voor Alex, waar ben je nou? Voordat we gaan, de vorige aflevering ben ik dood gegaan tijdens het aquarium maken, dus kijk uit. Er is hier wel super veel zand, dat kunnen we meenemen. Nee, maar we hebben klei nodig, Alex. Oh, hier is kool! Oh, echt? Ja, heb jij een pickaxe? Neem het kool mee. En dan kunnen we ook toortjes maken. Oh, wacht, ik kom naar je toe. Heb ik een pickaxe? Ja, ik heb een pickaxe. Wacht, kan ik ook in jouw deur staan? Oh. Dat kan. Waar zocht jij kool dan? Ik zie hier alleen nergens klei. Dan moeten we beter zoeken. Dat is ook niet iets wat je zomaar zo makkelijk vindt, volgens mij, op de bodem van de oceaan. Echt niet? Alex, waar ben je? Leef je nog? Ik leef nog. Ik kom nu naar boven. Alex. Ik heb het gevonden. Waar ben je? Wat heb je gevonden? Waar ben je? Oh, daar ben ik. Ik dacht dat je verdronken was. Heb je een ei vast? Of? Een ei? Jessie, dit is klei. Hé, dat rijmt. Hoeveel klei heb je? Ik heb er 33 van die kleine bolletjes. Oké, dan moeten we dat in de oven stoppen en dan kunnen we potjes maken. En dan kan je in ieder geval je hotelkamer een beetje mooier inrichten, want dit is inderdaad een goed idee. Ik doe het hierin. Ik haal al die stenen eruit. Ik leg het wel in een kistje van jou. Oh, Jessie! Ja. Wat? Ik heb een bordje hier in je kist gevonden. Mag ik die op mijn hotelkamer zetten? Ja, sowieso. Daarvoor heb ik die gemaakt, voor het hotel. Oké. Alleen, je mag Santino zelf bepalen wat je erop schrijft. Santino zijn hotelkamer. Yep, het is gelukt. Alex super gave hotelkamer. Ja, maar hij is toch helemaal niet gaaf, want er staat... Oh, Alex. Kijk eens wat ik heb. Maar van een koe. En weet je wat dat betekent? Dan kunnen we de koeien laten breeden. En dan kunnen we ladder maken. En dan kunnen we paintings ophangen. Wow, dat is een goed idee. Dat heb je nodig. Alleen, waar is mijn andere... Hier is mijn andere koe. Maar dan kunnen we toch beter een farmpje voor ze maken. En ze daar inlokken. Mini boerderij. Ja. Laten we dit als farmpje gebruiken. Alex, je moet je hotelkamer inrichten. Anders heb ik alleen maar lege kamers. Dat is niet mooi. Ik ga het doen. Wacht, ik heb hier weed. Hallo, koe. Kom eens even met mij mee. Kijk, als we hier allebei de koeien in krijgen... Kan ik gewoon van deze boom wat blaadjes pakken voor mijn hotelkamer? Kan dat? Oh, dat is wel mooi. Heb je blaadjes? Ja. Oh, je hebt een schaar gemaakt. Zit je daar gewoon mijn iron te gebruiken? Trouwens. Oh, Jessie, zo gaan die koeien toch ontsnappen? Wacht, ik doe er al even een poort voor. Zo. Die kleine gaan ontsnappen, ja? Maar die grote niet. Zo, ga naar binnen. Koeien, duurt wel lang voordat we genoeg koeien hebben om genoeg leer te krijgen. Oké, waar ga je dat blaadje neerzetten dan? Nou, ik heb een heel leuk idee. Ik wil hier namelijk een boompje hebben, denk ik zo. Dit was letterlijk mijn idee, Alex. No way! Hij is gewoon nu al mooier dan die van Santino, dat scheelt. Alleen, het is jammer dat we op een rap zo weinig dingen hebben. Kan je niet hier wat leuks mee traden? Je hebt witte dye, daar heb je ook niet heel veel aan, hè? Oh, sugarcane! Maar dan heb je emeralds nodig. Jessie, heb je niet een boom nodig? Want daar kunnen we best wel cool hout mee maken. We kunnen saplings verzamelen. Ik wil die laten staan, die is ter ere van mijn schaap Bert. Oh. Dus misschien als we een sapling krijgen, dan kunnen we een nieuwe planten. Maar dan moet je van die bladeren hakken, toch? Dat werkt? Ja, ik heb hier blaadjes. 1, 2, 3... Ja, ik heb brain! Echt? Ja, ik heb brain, ik heb brain! Oké, wacht. Plant die boom. Heb jij nog bone meal of niet? Nee. Serieus, hebben we een keer skeletons nodig en dan zijn ze er niet. Ik heb er toch allemaal gras van gemaakt. Oké, ik zet hem hier neer. Tof, ik ben een mooie plek. En Alex, het begint ook weer nacht te worden. Dit is een probleem. Dit is een heel groot probleem. We moeten snel die hotelkamer afmaken voordat het echt donker wordt en er weer allemaal skeletons en zombies komen. Oké, maar hoe ga ik dit doen? Wat voor blokken kan ik gebruiken? Want het is niet dat er superveel blokken aanspoelen die ik kan gebruiken. Nee, ik weet het, maar ik heb potten. Ik heb potten voor je gemaakt. Kijk, potten. Zo, ik heb 6 potten. Dat is wel leuk. Ik heb hier ook eventjes wat tools. Want ja, in een huisje hoort natuurlijk wel een crafting table te staan. En in een huisje hoort ook wel misschien een leuk tafeltje te staan, denk ik. Waar wil jij je bed plaatsen? Dat weet ik nog niet. Wacht, ik heb een idee. Je moet zelf maar even zeggen of je het mooi vindt. Kijk, zo. Lelijk. En dan... Serieus, waar wil je hem dan? Dat is toch leuk? En ik heb een idee voor deze hoek. Deze moet nog even weg. Kijk, en dan kan je dit doen. Dat is toch leuk? En dan kan je ook zo'n roze boom inzetten. Ja, maar kijk, het is toch veel cooler. Al doe ik dit zo, dit zo, dit zo. En dan heb ik nog even voor erop deze nodig. En dan heb ik een tafel. En dan kan je hier nog een schilderijtje hangen. Maar waar ga je dan de pot zetten? Ja, dit is een goed idee, hè? En dan, waar ga je dan je bed zetten? Want je hebt niet meer ruimte voor een bed, hè, nu? Jawel, dat komt wel goed. Mijn bed komt niet. Nou, het maakt niet uit. We hebben toch geen bed. Dus je kan gewoon op de grond slapen, oké, voor nu. Zo, ja, precies. Dat kan op zich wel. Ik vind mijn bed nog niet super mooi. En dit wil ik ook wat netter hebben, namelijk met leuninkjes. Wat ik kan doen, is ik kan dit ook weghalen. Dan moet deze nog even weg. En dan maak ik mijn bed in de andere hoek. Ik heb er net wat meer ruimte nu nog. En dan zet je hier die crafting table in de hoek. Precies. Kijk, jij snapt hem. Dan doe ik daar een randje om mijn bed heen. En
eigenlijk moet ik het ook duidelijk maken dat dit een bed is, hè? Bed. Heel mooi bed. Weet je wat, Alex? Als er daadwerkelijk een keer wol is en er zijn genoeg schapen, dan nodig ik je nog een keer uit en dan mag je hier een bed maken, oké? Okay? Is goed, maar van nu kan ik hier nog lekker slapen. Heb ik dan nog meer... Oh, wacht eens even. We hebben deze plant natuurlijk hier staan, want dan doe ik hier een andere soort plant. Namelijk deze. Maar heb ik nu helemaal voor niks potten gemaakt voor jou? Want die kunnen... Kijk, hier, voor de deur. Het is al nacht. Oh ja. Wacht. Zo, wil je een pot op de grond zetten? Ik wil hier een pot en ik wil hier een pot. Zo, en wat wil je erin hebben? Twee boompjes? Nee, die vind ik stom. Die vind ik lelijk. Ja, maar we hebben geen blauwe bloemen. Wacht, ik heb een idee. We hebben rode bloemen nodig. We moeten rode bloemen hebben. Nee, ik heb een beter idee. Oh, wat dan? Bamboe! Oh, kan dat? Aha. En gaat het dan ook groeien? Nee, dat niet. Maar het ziet er wel cool uit. En wat we hier dan mee kunnen doen, is een boom ervan maken. Alex, dit is oprecht heel erg mooi. Ik denk oprecht dat jij de mooiste hotelkamer van iedereen hebt. Alleen een beetje jammer dat je nog steeds geen bed hebt. Alleen het enige wat wij nog moeten doen om het helemaal af te maken... Ik ken een oplossing voor je, Sie. Wacht, blijf jij eens in de kamer van Santino. Oké, dan ga ik wat anders hier regelen. Sorry, koe! Doei! Kijk, en dan heb ik hier namelijk eventjes wat leer. En daarmee kunnen wij weer wat anders leuks maken. Zo, die deuren mogen weg. Alex, waar ben je? Wat is je idee? Nog niet juist in, Jessie. Klein momentje. Oh, je bent... Auw! Die lama zit op onze spugen. Hij werd boos, maar nog niet kijken. Jessie. Oh, ja. Oké, dan ga ik even wat anders maken. Oké, je mag kijken. Oké, ik kom eraan. Wat heb je... Die lama, waarom spuugt die lama op ons? Oh, wat? Je hebt mijn bed gestolen. Dat is serieus? Zo niet waar. Dit zie ik als een stomme beschuldiging. Oké, voor nu mag je hem hebben, maar ik heb nog een ander leuk idee voor je, Alex. En dan is je hotelkamer helemaal klaar. Je hebt mijn bed wel gestolen, want ik heb nu een paardenbed. Alex, ja? Ik heb een probleem. Voor een painting heb je wol nodig. Maar ik heb wel wat anders leuks voor je. En heb jij die lama trouwens boos gemaakt dat hij zo op ons spuugt? Of doet elke lama dat? Dat doen ze wel eens, ja. Kijk, Hier zo in het midden. Ja, en daar kan je wat in doen, wat je wilt. Ik wil daar goud in. Kijk eens aan. En ik moet zeggen, je hebt echt een hele mooie hotelkamer. Dankjewel. Welkom op mijn Minecraft Raft. En kijk eens wat er is aangespoeld. Dit is namelijk een schapenei. Want op mijn Minecraft Raft spoelen de spullen aan. En met deze spullen moet ik het doen. En eens in de zoveel tijd kunnen dat zeldzame dingen zijn. Zoals dit schapenei. En kijk dan wat voor spullen hier allemaal liggen. Dit is helemaal top. Dit ga ik allemaal meenemen. Dankjewel. En misschien valt jullie wat op vergeleken met de vorige aflevering met Alex. Ik heb hier namelijk een heel groot platform van dirt gemaakt voordat ik deze video ging maken. En dat komt omdat ik hier namelijk iets wil maken. En dat komt perfect uit met dit ei. Dus dit ei ga ik nog even niet gebruiken. Die ga ik veilig opbergen. Want ik wil eerst wat anders maken. Ik heb hier namelijk ook een koe. Of sterker nog, ik heb twee koeien. Alleen dit is de hotelkamer van Santino. Die overigens nog steeds een keer moet komen afmaken. Maar ik heb nog helemaal geen hok voor deze dieren. Ik heb hier wel nog een hotelkamer. Dit is de hotelkamer van Alex. Dat is ook op zich wel leuk. Maar daar kan ik de dieren natuurlijk niet in stoppen. Dus ik heb hier een kistje geregeld. En daar heb ik alles in gedaan wat ik nodig heb om daadwerkelijk dit dierenhok te gaan maken. Ik wil namelijk spruce logs gebruiken en spruce fences. Die vind ik wel mooi. En mijn doel is om dus uiteindelijk hier in ieder geval twee mooie hokken te krijgen. Eentje namelijk voor de koe en eentje voor de schaap. En niet dit schaap. Dit is Bert. Bert is namelijk overleden in een andere aflevering. In ieder geval, laat ik maar beginnen met de basis. Ik wil namelijk een soort van overkapping maken. Dus, zo doe ik er drie tussen. 1, 2, 3, zo. Dit wordt één hokje. En dan 1, 2, 3, zo. 1, 2, 3, zo. En dit wordt nog een hokje. En in totaal heb ik twee hokjes. Uiteindelijk kan ik er aan die kant nog wat meer bij bouwen. Oké, en dan moet dit uiteindelijk dus drie hoog worden. Zo en zo. En dan hoop ik dat ik uiteindelijk in totaal genoeg van het hout heb. En dat ik aan het einde van deze video een hele mooie farm heb gemaakt. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog even wat anders doen. Ik heb namelijk een heel vet idee. Eens even kijken. Ik heb hier ergens, als het goed is... En voor dat idee heb ik eventjes een sign nodig. Zo. Ik wil namelijk elke aflevering iemand die op mijn kanaal abonneert... zijn naam ergens ophangen. En eens even kijken, waar gaan we dat doen? Misschien aan de zijkant van het YouTube-hotel. Ik denk dat dat wel leuk is. En de eerste die geabonneerd is...
Bart van Velsen. Dus Bart van Velsen, heel erg bedankt voor het abonneren. Wil jij ook op deze muur komen? Dan moet jij mijn kanaal abonneren. En laat in de reactie even een comment achter dat je dat hebt gedaan. Ik ga het natuurlijk wel even checken. Oké, vervolgens doen we hier 1, 2, 3, zo. En dan hierheen, hierheen, hierheen en hierheen. En dit wordt dan uiteindelijk de overkapping. Waar die dieren dan vervolgens even droog kunnen zitten. Mocht het namelijk even gaan regenen. Zo. Alleen het hokje moet natuurlijk wel wat groter worden. Dus dat gaan we op deze manier doen. Kijk eens aan. Zo, dan wordt het hokje hier wat groter. Hoppakee. En dit gaan we ook nog dichtzetten. Alleen dat gaan we op een andere manier zetten. Dat ga ik jullie straks laten zien. Alleen natuurlijk moeten we ook een ingang hebben. Die ingang ga ik... moeten twee ingangen hebben. Kijk, we maken hier een ingang voor het ene hok. En hier maken we een ingang voor het tweede hok. En dan moeten we dit natuurlijk even dichtmaken. Kijk eens aan. En dit is dan wat we op dit moment hebben gemaakt. En ik begin bij de dood te gaan. Misschien is het handig als ik ook even wat eten ga maken. Kijk, ik heb hier heel veel hooibalen. En die hooibalen, daar kan ik natuurlijk brood van maken op deze manier. Zo. Maar wat ik daar ook mee kan doen, ik kan het gebruiken als decoratie voor mijn farm. Maar wat ik eerst als decoratie wil gebruiken, zijn deze bladeren. Ik vind deze bladeren oprecht heel erg mooi. Dus ik wil hier een aantal van die bladeren van hebben. Zo. Ik denk dat dit wel genoeg is. En die bladeren wil ik dus hier tussen gaan zetten op deze manier. En ik merk nu pas trouwens dat ik het helemaal verkeerd aan het doen ben. Die bladeren die moeten hier komen. Deze rij moet ik ook nog even helemaal vullen met dirt. Zo. En nu dat is gedaan, wil ik hier achterlangs dus al deze bladeren hebben. Geloof me, misschien snappen jullie het nu niet. Maar dit gaat echt heel erg mooi worden. Ik heb meer dirt nodig. Hallo, ligt hier nog wat dirt voor mij? Ja, dankjewel. Want hier moet ik dit natuurlijk ook weer even helemaal vullen met dirt. Zo. En dan weer eventjes wat blaadjes tot hier. En dan hier ook nog. En dan heb ik eigenlijk even mijn axe nodig, want ik heb een foutje gemaakt. En ik heb nog meer dirt nodig. Deze fences moeten namelijk eentje verder. Kijk. Zo. Deze fences moeten zo. Kijk, dit is beter. En dan aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Dus deze hier moet er nog even weg. En dan bim, 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 bim. Bim, hoppakee. En dan denk je natuurlijk, Jesse, op deze manier kunnen ze natuurlijk makkelijk ontsnappen. Die kunnen ze gewoon overheen. Ik weet het. Maar ik heb daar een oplossing voor. Alleen, daarvoor heb ik wat nodig. Ik heb namelijk van tevoren in de furnace heel veel kool gemaakt. En dat is dus wat ik nodig heb. Wat ik ook nodig heb is wat sticks. Nou, die kan ik op deze manier maken. En dan volgens mij is ik dit toe. En dan kool. En dan dit. Krijg je een campfire. En ik heb dus heel veel campfires nodig. Dus zo, hier plaatsen we al het kool. En alle sticks doen we op deze manier. Zo. Ik heb echt veel meer nodig dan dit. En oh, het begint nacht te worden. Weet je wat? Ik hak even al het bamboe. Want met de bamboe kan ik namelijk sticks maken. Dat hebben jullie achtergelaten als tip. En anders wist ik dat helemaal niet. Dus heb je nog meer tips voor mij? Laat het dan even weten. Want ik lees echt elke reactie. En ik heb oprecht heel veel aan die tips. Kijk eens aan. Zo kan ik weer heel veel sticks maken. Zo, we maken eerst even al die sticks. Doen we hier al dat kool. En hoppakee. Oké, 23 campfires. Dit is lang niet genoeg. Weet je wat? Ik kan er nog 41 maken. Ga ik even doen. Maar eerst ga ik even slapen. En dat moet ik in de hotelkamer doen van Alex. Want Alex heeft mijn bed gestolen. Ja, welterusten. Het is gelukt. Ik heb heel veel campfires gemaakt. En wat ik dus daarmee wil doen, die wil ik hier vervolgens op gaan zetten op deze manier. Zo. Ik moet het wel goed plaatsen, want als je een campfire weghakt... Oh, serieus? Dan krijg je dus kool ervoor terug. Dat is niet de bedoeling. Oké, hier moet er nog even eentje. Zo. En misschien denk je nu van, waarom doe je hier nou een campfire? Dat is toch helemaal niet mooi? Nou, let maar op, oké? Kijk, nu lijkt het erop alsof alles in de fik staat. Maar als ik even mijn schep erbij pak, kan ik al dat campfire vervolgens op deze manier uitmaken. Zo. En dan gaat het er heel mooi uitzien, denk ik. Oké, we gaan eens even kijken. Ziet het er een beetje mooi uit? Wow! Oké, ik vind het er mooi uitzien. Maar ik ben nog niet klaar, want ik had hier namelijk, eens even kijken. Zit het nog in deze kist? Nee, ik had toch heel veel hout? In ieder geval, ik heb spruce nodig. Ik heb hier gelukkig nog wat spruce. Kijk, zo. En daar wil ik dus wat trapdoors van hebben. We hebben er nu 18. En die trapdoors wil ik dus hier gaan plaatsen. Oh, dit is altijd zo vervelend als je het verkeerd plaatst. Kijk, zo. Hier doe ik al die trapdoors. En dan krijg je dus op een gegeven moment dit. En van binnen is het roze. Dit ziet er echt zo vet uit. Alleen ik heb echt nog veel meer nodig.
Ik heb trouwens nog steeds geen kistenkamer gemaakt. Ik weet het. Moet ik nog steeds een keer doen. Ik heb hier nog wat spruce. Ik moet ergens nog wat spruce hebben. Kijk eens aan. Dankjewel. Kijk, dan maak ik gewoon weer even wat planks van. En dan maak ik nog meer van die trapdoors. Ik heb er nu 32. Ik denk dat dat wel genoeg is. Oké, dan moet ik even de hele achterkant en de zijkant vol gooien met deze trapdoors. En dan ook weer even dicht doen. Dat dicht doen doe ik later wel. En dan ziet dit er volgens mij zo mooi uit. Oké, alles is geplaatst. En nu nog een kwestie van eventjes dicht doen. En dan is dit hoe de farm er op dit moment uitziet. En ik zeg je eerlijk, ik vind hem echt heel mooi. Ik vind deze boom hier trouwens een beetje in de weg staan. Die ga ik even weghalen. Al is de boom wel leuk, ik weet het. Maar eigenlijk moeten we hem ergens anders planten. We hebben meer van deze saplings nodig. Deze heeft Alex namelijk de vorige keer geplant. Omdat hij deze boom volgens mij... Hij wou daarmee iets doen in zijn huis. Geen idee. Of in zijn hotelkamer. Laat even weten als Alex nog een keer terug moet komen. Al dit gras hier moet trouwens ook weg. Kijk, en we hebben inmiddels alweer een nieuwe sapling. En waar ga ik die plaatsen? Nou, we hebben er heel veel, joh. Weet je wat? Ik bewaar die wel voor een andere keer. Wat ik nu namelijk wil doen, is hier weer van die trapdoors opplaatsen. Kijk, zo, op deze manier. En dan doen we het totdat ik helemaal op het einde ben. En ze zijn weer op, dan moet ik weer nieuwe gaan maken. En dit is niet mooi. En ze moeten natuurlijk wel allemaal dezelfde richting opstaan. Oké, zo, nog meer trapdoors. Even hier een trappetje maken, dat ik tenminste normaal omhoog kan. En zo, beter. En dan is dit hoe het er nu uitziet. En dan hierboven wil ik slabs hebben. Alleen, ik wil ook slabs hebben. 64. Ik hoop dat dat genoeg is. Ik denk het eigenlijk niet. Ik wou hier eigenlijk dus ook van die campfires plaatsen. Alleen, dat kost mij gewoon echt veel te veel kool. En dat heb ik niet, dus we doen het op deze manier. Maar we hebben nog 34 campfires over. Maar die ga ik dus op een andere plek straks nog plaatsen. En geloof me, dat gaat er denk ik heel mooi uitzien. Wacht, eens even kijken. Hoe ziet dit eruit? Oh, oké. Ik zeg je eerlijk, ik vind het echt een heel mooi hok al worden. Maar geloof mij, het wordt echt nog veel mooier dan dit. Eerst even dit afmaken. En ik ben trouwens bang dat ik niet genoeg slabs heb. Nou, dit meen je niet. Nee, ik kom er echt net wat tekort. Ik kom er 1, 2, 6, 7... Ik kom er 9 tekort. Oké, wacht. We gaan nog even 9 slabs maken. Dan kan ik dat in ieder geval even afmaken. Heb ik hier nog ergens... Oh, ik heb zelfs nog heel veel slabs. Dit is echt top. Ik moet echt eventjes al mijn kisten gaan opruimen. Weet je wat? Ik ga dat de volgende keer gewoon doen. Oké, zo. En dan aan deze kant ook nog even. En dan is dat klaar. En nu wil ik eigenlijk nog even wat meer fences maken op deze manier. Zo, we hebben er 20. Want ik wil namelijk de ingang wil ik een soort van mooie poort maken. Oké, we gaan die 2 hoog maken. En dan zo, dat is ingang 1. Deze boom hier, die staat trouwens heel erg in de weg voor mijn poort. Ga weg. Zo, even dit hier weghakken. Hoppakee. En dan hier komt poort nummer 2. En hier komen dus uiteindelijk die campfires weer van pas. Want die wil ik namelijk... wacht. Ik doe hier eerst even dirt plaatsen. Kijk, zo. Au, dat is niet de bedoeling. Zo. En dan kijk eens aan. Op deze manier hebben we een soort van dakje. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan heb je hier gewoon letterlijk een ingang. Alleen moet er nog een poortje komen. Oké, aan de andere kant even hetzelfde doen. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. En zo al het vuur weer weghalen. Hoppakee. En dan hebben we alleen nog eventjes... Kijk, 2 deur... Oh, dit zijn hekjes. Wacht. Zo, ik moet dit doen volgens mij. Ja. Alleen nu heb ik niet meer genoeg sticks. Oké, hier heb ik niet over nagedacht. Mijn hele inventory zit ook weer vol. Vervelend. Even helemaal leeg. Zo. Kijk, we maken even wat sticks. En... Nee, maak ik weer fences. En zo, 2 van die hekjes hebben we nodig. En die zetten we dan hier. En hier. Dit dirt hier moet natuurlijk nog eventjes weg. Hier moeten we nog even fences plaatsen. Kijk eens aan. En wacht, ik ga eventjes naar boven klimmen hier. En dit is hoe het er op dit moment uitziet. En ik zeg je eerlijk, ik vind het nu al echt heel erg mooi. Maar ik ben nog niet klaar. Ik wil namelijk de binnenkant ook een beetje decoreren. En hoe ga ik dat doen? Daar heb ik sowieso hooibalen voor nodig. Ik ga wat bamboe plaatsen. Dat vind ik denk ik wel leuk. En we pakken even al die slabs erbij van net. Want dan kan je namelijk, als het goed is, kijk. Je kan hier van die bakken maken. Die vind ik ook wel leuk om te hebben. Hier, dit wil ik ook hebben. Alleen, daar heb ik nog meer iron voor nodig. Ik wil er namelijk nog één. Heb ik nog iron ergens? Vast wel. Oh joh, ik heb genoeg iron. Kijk, zo. Dan maken we 2 van die. En dan kan ik dan volgens water in gooien. Dan hebben we ook een soort van drinkbakken. En wat ik ook heel graag wil. Ik wil wat normaal steen hebben. Oké, dat heb ik al. Met dat normale steen kan je wat buttons maken. En met die buttons kan je dus ook wat leuks doen. Oké, wat ik namelijk wil doen. Ik wil hier wat hooibalen zetten. Want dan kan je er als het goed is niet overheen. Ik weet het niet. En anders komen we er vanzelf al achter. Trouwens...
We kunnen dat ook gewoon hier zo in het midden zetten. Kijk, dat is wel leuk. En dan hier nog één. Aan de andere kant plaatsen wij er ook gewoon eventjes drie neer. Zo. En dan hier in de hoek doen we dit. En we plaatsen deze. En dan hier moet dan... Ja, hier moet wat water in. Dan heb je een drinkbak. In totaal heb ik 8 buttons. Dus kijk, hier en daar plaats ik gewoon even wat buttons. Zo. En dan aan de andere kant doe ik hetzelfde. Dus even zo mijn buttons. En dan die drinkbak, of die eetbak doe ik hier. En dan de drinkbak doe ik hier. En dan geef me wat water. Zo. Dan doe ik hier een bamboe, hier een bamboe. Waarom niet? Gewoon puur om het even wat op te vullen. Dat vind ik altijd wel mooi. Kijk. Waar gaan we hem doen? En hier. En dan met een schep ga ik de vloer ook gewoon nog een beetje verpesten eigenlijk. Maar let maar op. Ik ga het jullie zo laten zien. Dan ziet het er denk ik echt heel mooi uit. Kijk, kijk. En zo. Oké. We gaan die weer even omhoog. En dan denk ik dat de hokken helemaal klaar zijn. Laat in de reacties even een cijfer achter van 1 tot en met 10. Alleen, ik heb nog één ding nodig. Sowieso een name tag. Rood wol heb ik nodig. En ik heb 2 lanterns nodig. Want die moet ik ook nog ophangen. Ik denk dat ik dat even... Ik denk dat ik hier gewoon een lantern ophang. En dan aan de andere kant doe ik hetzelfde. En er is in ieder geval een beetje licht. En dan doe ik hier... Kijk eens. Zo, weer hetzelfde. Oké, dan hebben we tenminste ook een beetje licht. En dan is het tijd. Hallo, koetjes. Kom eens met mij mee. Kunnen jullie hier trouwens doorheen of kan dat niet? Ja. Welkom in jullie hok. Zo, dat is het hok van de koeien. Dan maak ik ook nog even 2 iron blokken. Of net trouwens, we hebben er 3 nodig. Zo, en dan... deze manier. Ja. Een anvil. Die zet ik even hier neer. En dan een name tag. En die noem ik meneer Schapie. Zo, hoppakee. Voor de mensen die echt heel lang geleden mijn kanaal keken, toen had ik ook een meneer Schapie. En, oh nee, over schapen gesproken. Waar is dat ei? Volgens mij zat die... Oh, ja, top. Kijk eens aan. Dat schapie, die zet ik hier neer. Name tag erop. En natuurlijk de kleur rood. En het komt perfect uit, want het begint al donker te worden. En mijn hele boerderij is klaar. Finny en ik zitten vast midden op zee. Maar Finny, door middel van deze spullen kunnen wij dus op deze raft overleven. En zal ik je een rondleiding geven? Ja, is goed. Ik heb al heel veel dingen gedaan. Ik heb... hier is Bert. Dat is mijn schaap, die is overleden. In de aflevering met Santino. En dit is Blubby de Vis. En daar heb ik een aquarium voor gemaakt. Dit is mijn huis. Ik weet het. Het is een heel lelijk. Ja, het is een heel lelijk klein huis. Ik moet oprecht nog steeds een keer mijn huis upgraden. En hier heb ik dus de vorige keer een boerderij gemaakt met meneer Schapie. En Hallo. We moeten meneer Schapie beschermen, want als hij doodgaat, dan is er weer een schaap weg. En ik heb nog een schaap nodig, want dan kunnen we nog meer schaap krijgen. Ja, is goed. En hier een paar koeien. En hier achter ons is een hotel die ik heb gemaakt. En misschien zullen jullie nou wel denken van, hij is toch helemaal veranderd? Klopt, ik heb namelijk voor jou, Finny, een derde kamer erop gemaakt. Alleen... daarvoor, daarvoor moeten we even naar boven toe. Wel snel, want het begint donker te worden. We zijn te hoog gegaan. Kijk, dit is jouw hotelkamer. Eén probleempje. Huis. We moeten heel snel een bed maken, want het begint donker te worden. En anders komen er heel veel mobs. En dat wil je niet. Ik begin ook best moe te worden al. Dus, we moeten een bed maken. Wacht. Okay, heb jij een bed? Nee, ik heb geen bed. Dat is het hele probleem. Daarom. Nou, gelukkig heb ik nu een schaap. Dus, hallo, schaap, kom hier. Oh nee, ik heb maar één. Finny, ik heb maar één wol. Ik heb maar één wol. Meneer Schaapje, waarom geef je me maar één wol? Oké, Finny, dit is een probleem. We moeten dus denk ik de nacht gaan overleven. Ja, ik heb dan een zwaard nodig, denk ik. Ja, wacht. Kom naar binnen. Kom. Het is hier een beetje krap, maar hier zijn we in ieder geval een beetje veilig. We moeten even armor maken, want ik heb ooit een keer armor gemaakt. Alleen toen ging ik dood. Dat was niet heel slim. Nee. Kijk. Hier, wacht. Ik ga eerst zelf aandoen. Of wacht, doe jij die chestplate maar aan? Heb jij hem aan? Ik heb een mooi chestplate. Oké, we moeten een beetje delen. Wacht, ik kan er ook nog wel één maken. Zo. Ik weet niet of we genoeg hebben voor allebei. Ik heb hier in ieder geval... Kijk, hier heb je schoenen. Oké, dankjewel. En van die iron nuggets maak ik ook weer even iron. Ik kom 2 iron tekort voor een broek. Heb ik nog ergens iron? Ik zeg altijd dat ik mijn kisten moet ordenen. Alleen dat doe ik dus nooit. Oh, echt? Ja, ik heb het net gekregen. Oké, top. Kom, moet wel snel naar binnen. Ja. Snel. Wacht, ik drop het voor jou. Hier, 3 iron. Oké, top. Ik denk dat ik geen broek ga maken, maar dat ik even voor ons 2 zwaarden ga maken. Is goed. Kijk, hier is een zwaard. En hier
nog een zwaard. Kijk, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oké, Finny, kom. Oh nee, er zijn zombies. Wat? Allemaal Finny, zombies. Pak ze, pak ze. We moeten eerst een nacht overleven en daarna kunnen we pas jouw hotelkamer doen. Oh, ik ben bijna dood. Oké, hier. Oké, pak jij die. Ik pak deze achterste. Zombie, ga dood. Doei. Oh. Wacht, ik kom je helpen. Ik ben echt bijna dood. Ja, ik ga je helpen. Zo. Ik ben één hartje. Oké, wacht. Je moet kijken. Misschien dat hier ergens nog wat eten ligt. Ik heb trouwens wel wat eten voor je. Ik ga wat eten voor je pakken, ja? Kom op, ik heb echt heel veel honger. Ik heb hier... Kijk, ik heb hier brood voor jou. Dankjewel. Oké, Finny, we moeten spullen gaan verzamelen om jouw kamer te gaan inrichten. En is meneer Schaapje inmiddels weer gegroeid? Meneer Schaapje doet er echt lang over om te groeien. Dat is vervelend. Maar Finny, je moet goed op blijven letten, want heel soms kunnen er hele zeldzame dingen spannen. Zo heb ik namelijk ook dat schapenei gekregen van meneer Schaapje. En zo heb ik dus ook die koeien gekregen. Jessie! Wow. Ja? Jessie, ja, ik heb een diamond. Ik heb een diamond. Echt? Kijk. Echt? Geef. Nee, tuurlijk niet. Hoezo niet? Dit is letterlijk de eerste diamond op deze hele raft, Finny. En hij is van mij. Hoezo van jou? Ik heb hem net gevist hier uit het water. Ze spannen letterlijk nooit, hè. Nooit spoelt er een diamond aan en dan doe je één keer mee en dan spant er een diamond aan en dan mag ik hem niet. Ik ben gewoon heel goed hierin, Jessie. Oké, misschien kan je hem dan eens decoratie ophangen in je hotelkamer. Dan ga ik hem echt niet een keer stelen of zo, hoor. Ja. Oké, kijk wel even wat ik ermee doe. Oh, Jessie! Kijk uit dat je niet doodgaat. Maar doet Spider-Man hier? Ja, maar die skeletons zijn handig. Die skeletons moet je killen. En trouwens, Finny. Ja? Finny, kill spinnen. Want met die strings kan je dus ook wol maken. Daar heb ik een tip van gekregen namelijk van een van jullie. Dus als jij een tip voor me hebt, laat het vooral even weten. Want dat kan ik namelijk wel gebruiken in de raft. Zijn ze allemaal dood? Ja, ik heb hier een lekker sappig stringetje voor jou. Serieus? Godverdamme. Alleen, we hebben er 2. Volgens mij heb je er 4 nodig. Ja, dat heb ik niet. Oké, Finny, we gaan jouw kamer inrichten. En ik heb denk ik wel een idee. Jij wil vast roze hout, toch? Ja, is goed. Niet oranje? Ja, liever natuurlijk oranje, maar roze is ook best mooi, toch? Ja, kan ook. Jij mag kiezen. Het is jouw hotelkamer. Ik wil combineren. Combineren? Beetje roze, beetje oranje. Oké, kijk. Ik heb hier oranje hout voor je. Kijk. Hier, sowieso, in deze kist zitten wel dingetjes die je kan gebruiken. Ook een bordje. Die moet je sowieso bij je hotelkamer hangen. En wat potjes kan je bloemen in doen. En een kampvuurtje. En twee kobbels. Ja, dat zit er gewoon in. Dat hoef je niet per se te gebruiken. Alleen, ik zit dus te denken, ik had een itemframe. Alleen, die ben ik weer kwijt. Ik weet het, ik moet nog steeds mijn kisten doen. Ik vergeet telkens mijn kisten te ordenen. Ik heb hier ook nog 2 potten. Ik weet niet hoeveel potten je wilt. Harry Potter? Wil je Harry Potter? Ik wil Harry Potter kijken. Dit is Minecraft, dat kan niet in Minecraft. Oké dan. Wacht, ik heb sea pickles. Wat is dit dan? Augurken van? Die zou je leuk neer kunnen zetten. Ja, een soort van. En ik zoek eigenlijk wat. Wacht, we moeten die koeien killen. We hebben namelijk leer nodig. Wacht, we kunnen best wel 1 koe killen. Zo, als we er maar 2 overhouden, niet die andere killen, Finny. Nee. Niet doen. Anders hebben we echt een probleem. Nou ja, ik ga hem niet killen. Oké, kijk, dan kunnen we deze 2... Zo, ik ga een item frame voor jou maken. En daar kan je dan die diamond in ophangen in je hotelkamer. Zo. Oké, maar ik heb nu het werk gedaan dat ik allemaal spullen heb gegeven. Kom, we gaan hem inrichten. Ja, dat is goed. We moeten trouwens ook wel een lantaarn hebben. Dat is ook wel handig. Ja, wacht, het is best donker. Wacht, ik ga een lantaarn maken. En dat bed, dat komt wel, ja. Alleen dan moeten we even wachten tot het schaap groeit. En dan kan ik jou een bed geven. Ja. Jessie? Ja? Waarom is de kamer van Santino zo leeg? Omdat Santino hem nog steeds een keer af moet komen maken. Santino had hier namelijk eerst zijn huis gebouwd. Alleen die was echt heel erg lelijk. Ja. De kamer van Alex is op zich best wel mooi. En die heeft trouwens mijn bed gestolen. Maar omdat het een gast is, dan het mag op zich wel. Finny! Finny, kijk. Zo. Oh, nu hebben we hoeveel heb je? 2... Serieus? We hebben steeds niet genoeg. We hebben 3 nodig. Nou, maakt niet uit. We beginnen toch weer dag te worden. We hebben de nacht toch al overleefd. Oké, die lantaarn, die gaat... Oh, ik ga weer te hoog. Die lantaarn... Ik hang er hier nog 1 op. Zo, dan is het in ieder geval weer wat lichter. Nou, ga je gang. Richt je kamer maar in. Het is wel een beetje raar dat het een hotel is. Een YouTuber hotel. Omdat je het zelf moet inrichten, maar... Komt goed. Komt goed. We zitten midden op zee, dus ik kan niet heel veel andere dingen. Ja, als eerst ga ik even mijn bordje ophangen. Wat ga je daar opschrijven? Hotelkamer van...
niet. En een mooie smiley. Ja, kijk. Helemaal mooi. Dus top. Ja, toch? Want ja. Als ik mijn chestplate uitdoe, ja. Dan staat daar een mooie smiley. Ja, past wel bij je shirt. Ja, toch? Oké, okay, ik heb ook nog een idee, ja? Ja? Nee, dat kan hier niet. Ik wou een boompje neerzetten. En dat is bij Alex. Alleen je hebt een beetje een klein balkonnetje. Wat ik wel kan doen, kijk. Je moet maar zeggen of je het mooi vindt. We kunnen dit doen. Dat is een plant. Dat is echt heel lelijk. Nou. Maar ik wil niet hetzelfde als wat Alex heeft, hè? Ik wil niet heel veel zeggen, hoor. Maar het is nog steeds leeg. Dus als jij het mooier wil hebben, dan moet je het mooi maken. Geef me even, ja? Ja, is goed. Oké. Als eerste natuurlijk. De diamant. Deze wil ik hebben. Nee. Gaat niet gebeuren, Jesse. Ondertussen ga ik trouwens kijken of meneer Schaapje alweer groeit. Want dit is helemaal niks. Oh. Ja, dat is goed. Ik heb trouwens een ander vet idee. Wacht. Ik ga even wat doen. Ik ben zo terug, ja? Ga jij maar verder. Ja. Als je namelijk een geel bloemetje pakt. En een rood bloemetje. Ik weet het niet zeker. En ik doe dit in de crafting table. Dit, zo. En dan doe ik dit bij elkaar. Yo, Finny. Kijk wat ik heb. Ik heb dit. Dus dat betekent, als wij 3 wol hebben, kunnen we een oranje bed voor jou maken. Alleen, ik heb zelf nog geen rood bed, maar dat gun ik jou dan wel, ja? Ja, is goed. Heel lief van jou, Jesse. Dat rode bed maken laten we wel. Als je maar niet meneer Schaapje oranje maakt, dan hebben we wel ruzie. Ja, ik kijk wel even waar ik aan doen. Dat is niet de bedoeling. Wat is dit? Een bank? Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben, Jesse. Je moet ook ruimte houden voor je bed, hè? Ja. Hier, kijk, dit is wel een leuk idee. Dit deed ik ook bij Alex. Als je hier een potje neerzet, mm-hmm. En dan doe je daar bamboe in. En dan daarop kan je... Kijk, nu heb je een mooiere boom, toch? Dit is echt heel lelijk, Jesse. Hoezo is dit lelijk? Haal dat weg. Oké, maar dit is jouw probleem. Hè? Ik heb niet meer glas. Oh, wat vervelend. Dat ga ik later wel een keer voor jou maken. Dus meneer Schaapje groeit nog steeds niet. Nee, dit is mooi, wil je zeggen. Een pot met een roze boompje erin. Ja, toch. Ik vind het best wel mooi. Heb je verder nog idee wat je moet doen? Nou, jij wilt dus een pot op mijn crafting table zetten. Ja, maar met een bamboe erin. Nee, doe die bamboe nou weg. Ik wil dat niet. Kijk, jij tot glas? Hier heb je een pot. Kom, oké, dankjewel. Ik zet de pot neer en dan ga ik daar een hele lekkere... Oh, je kan geen augurk erin zetten. Natuurlijk kan je geen augurk erin zetten. Zet maar die bamboe dan. Oké. Ja, toch wel die bamboe. Zo. Ja, zo lelijk was het niet. En wat, kan je die augurk niet op die bamboe zetten? Nee, dat kan... Ja, ik kan hem wel in plaats van mijn raam. Ja, dit is wel mooi. Ja. Oké. Even kijken. Wat kijk, ik heb dit voor je. Oeh, ja, daar kan je op zich ook al wat mee doen. Daar kan je wat mee doen. Wat ga ik hiermee doen? Hierop zetten, op de bamboe? Nee, dat vind ik niet zo mooi. Nu heb je letterlijk gewoon een pot met een stok eruit, hè? Ja, hoe maak ik zo'n item frame? Een item? Oh, daar heb je leer nodig. Nee, maar... Slacht even anders wat koeien. Ja, ik kan wel een koe slachten. We hebben weer 3 koeien. Komt goed. Ja. Oké, zo, koe gaat dood. Hoppakee, ik heb weer wat leer. Jij hebt een crafting table boven toch al? Ja, dat heb ik. Oké, top. Ik loop de hele tijd een trap extra omhoog. Kijk. Zo, kijk hier. Item frame. Oh, dankjewel. Wil je er 2 hebben? Nee, eentje is genoeg. Oké, top. Kijk maar. En dan een aardappel. Hoe kom je aan een aardappel? Die heb ik net gekregen. Ja, die heb ik net gekregen. Van een zombie killen. Of... Dat denk ik. Ik heb nog nooit een aardappel gehad. Die wil ik planten. Dan kunnen we er meer krijgen. Oh ja, dat is goed. Laten we dat doen. Cool. Diamond is... Oh, hier, alsjeblieft. Die diamond is van mij, maar die aardappel, als je er meer van kunt maken, dan zou ik wel graag eentje terug willen om Ik ga meteen planten in de farm. Want ik heb hier namelijk allemaal wheat in de farm, alleen dat spoelt dus de hele tijd aan, dus daar heb ik niks aan. Maar dit is top. Misschien ga je een meloen in je item frame doen. Dat is ook Nee, een aardappel. Dat is mijn favoriete eten namelijk. Oké. Meneer Schaapje, wil je alsjeblieft even groeien, want dan kunnen we een bed maken. Oké, hij zegt nee. Finny, waar ben je? Ik ben even lekker aan het vissen hier. Oh, jij bent een spul aan het verzamelen. Nou, geloof me, je gaat echt niet meer diamonds vinden hoor, want dat is echt super zeldzaam. Denk je van niet? Nee. Oké, daag me maar uit dan. Dit is al echt de 5e of 6e aflevering en ik heb nog helemaal geen diamond gevonden. Even kijken. Oh, die schapen willen maar niet een nieuwe vacht gaan krijgen. Nou ja, misschien kan je het... bed van Alex stelen, want hij heeft die van mij gestolen en ik ga toch een rood bed maken. Ik steel hem gewoon lekker terug. Ja. Sorry Alex, sorry. Zo. Oké, deurtje dicht. En als meneer Schaapie groeien. Ja. Wacht, misschien als ik hem eten geef, gaat hij nog groeien? Oh ja, ik geef hem eten, maar groeien wil hij niet. Dus zijn vacht wil niet groeien. Maar in ieder geval, dan kan ik een rood bed maken, dus dan komen we goed aan, ja? Maar als Alex vraagt waar zijn bed is, hè, zeg dan alsjeblieft niet mijn naam, want
Ja. Nee, ik zorg voor dat Alex een... Ik zorg dat ik bij jou een oranje bed neerzet. Ja. En dan zet ik bij Alex die witte terug, ja? Ja, is goed, dankjewel. Oké, gaan we dat doen. Zo. Kijk. Zo! Oh! Diamond! Nee. Diamond! Oh. Jij hebt zoveel geluk dat mijn inventory vol zit, hè? Oh, nu heb je een zwevend bed, hè? Vind je dat iets mooi? Ja, op zich wel. Maar kan ik hieronder ook nog iets neerzetten, of denk je van niet? Hoe kom jij trouwens aan een oranje bed? Jij hebt mij net oranje kleurstof gegeven. Kan dat? Kan je een bed... Oké, blijkbaar. Oké, en hier bamboe. Zo. Ja. Oké, mooi. Dan zet ik hem wel even door. Dan wijst hij zeg maar naar de diamant. Ja, joh. Nee, dan moet je hem. Nee, blijf dan van mijn bamboe af. Nee, want dit is een pijltje. Kijk, dat is een klein pijltje. Oh, ja, oké. Ja, zie je? Ja. Maar ik heb het best wel koud omdat mijn raam kapot is. Je kan dit doen? Nee, ik wil gewoon nieuw glas. Heb je niks van glas voor mij of zo? Oh, oké, ik ga zoeken voor je. Ja, dankjewel. Vinny, ik heb slecht nieuws. Nee, heb je geen glas? Nee, ik heb geen glas meer. Maar dat regel ik nog wel een keer voor je. Komt wel goed, joh. Oké, dankjewel. Maar ik moet zeggen, ik vind je kamer best wel mooi. Op het glas na. Is hij klaar of... Bijna. Ik zet even wat mooie bordjes neer. Maar ik zit nog met een klein probleempje. Nou, wat is je probleem? Nou, mijn bed zweeft wel. Maar ik... Ja, er zit gewoon iets onder mijn bed. Ja, er zit niks onder. Dus ik denk dat ik nog een mooi trapje ga neerzetten, zodat ik wel in mijn bed kan. Want nu kan ik gewoon niet in mijn bed komen natuurlijk. Oh, dat kunnen we wel maken. Dan heb je volgens mij alleen maar sticks nodig. En dan... Hier, ik heb trappetjes. Ja, kijk, zo. Ik weet niet hoeveel je er nodig hebt. 4 of... Nee, 2 heb je er nodig, toch? Ja, maar dit gaat niet. Wacht, ik heb een idee. En als je dit weghakt en je zet hier gewoon blokjes onder, kijk, zo. Nee, dat vind ik niet zo mooi. Oh. Ja, en dan doe ik mooi dit. Dan kan ik tenminste in mijn bed komen. Oh, dus ik heb van niks trappetjes gemaakt. Die kan je vast wel weer voor iets anders gebruiken, toch? Ik vind dit wel lelijk trouwens. Waarom heb je hier gewoon een grasblok? Ja. Zo, dat is mooier. Precies. Mijn kamer is nog wat leeg aan deze kant, vind je niet? Ja, wat wil je hier neerzetten dan? Ja, heb jij een idee? Een schilderij. Maar... Oeh, maar? Ik weet niet hoe je dat maakt. Het kostte me wel wol, maar vooruit. Kijk eens. Oh, dankjewel. Even kijken. Ik heb wel veel van jou over, hè. Letterlijk niemand heeft nog armor. Ik heb zelf niet eens volledig armor nu. Nee, deze is veel te groot. Ja, dankjewel, Jesse. Ja, echt fijn hoe jij mij zo ontvangt op deze server. Dat waardeer ik. Ja, zal ik je een trucje leren? Ja. Kijk, hang hem nu op. Oeh. Kijk, zo! Wie is dit? Wie is deze man? Weet ik niet. Is dat Santino? Nee joh, hij is veel te knap voor Santino. Oh ja. Maar Vinny, het begint donker te worden. Ga jij me slapen in je hotel? Ja. Ik ga ook lekker naar bed. Ja, ook slaap lekker. Ook al heb ik geen bed, dat is wel een probleem. Weet je, ik ga hier wel gewoon schuilen. Doei! Welkom op mijn Minecraft raft. En op deze raft moet ik zien te overleven door middel van al deze spullen die hier aanspoelen. Alleen, dat is dus ook meteen een probleem. Ik heb heel veel spullen. Maar ik heb hier beneden een geheime kamer gemaakt. En daar kan ik al die spullen gaan verstoppen. Maar eerst moet ik wat anders doen. Ik moet namelijk wat stelen. Vinny heeft namelijk de vorige keer een diamond gevonden. En eens in de zoveel tijd kunnen er dus hele zeldzame spullen aanspoelen. En Vinny is er volgens mij niet. En ik moet trouwens omhoog. Nee, huh? Oh ja, hier is het huis van Vinny. En kijk. Daar zie je dus al die diamond. En die diamond, die moet ik stelen. Dus ik kom even hier. Zo, dankjewel. En hoezo stelen? Het is mijn raft. Dus eigenlijk is het gewoon mijn diamond. Zo, oké. Nu we die diamond hebben, moet ik die natuurlijk wel meteen goed gaan verstoppen. Maar daar voor mijn neus zie je dat er inmiddels een vierde hotelkamer is. Dat komt omdat er in de volgende aflevering een hele leuke gast langskomt. Dus ga die zeker even kijken. En Santino is een keer langsgekomen. En Alex is al een keer langsgekomen. In ieder geval, ik raak weer helemaal afgeleid. We gaan even naar deze geheime kamer. Want ik heb dit namelijk eventjes gemaakt. En dit is die kamer. Laat in de reacties even een cijfer weten wat jij tot nu toe van deze kamer vindt. Ik vind hem nu best wel lelijk. Maar in deze case zitten spullen waarmee ik hem een stukje mooier kan maken. Alleen het eerste wat ik moet doen is hier een item frame hangen. Zo, en daar stop ik de enige diamond in die we hebben. En wat ik dan ook even wil doen, die diamond moet ik natuurlijk wel beschermen, dat mensen het niet snel kunnen pakken. Dus, nu moet ik even iron gaan zoeken. Ik heb hier wat iron. Heb ik hier nog iron? Nee. Kijk, dit bedoel ik dus.
Al mijn kisten zijn een hele grote rommel. Maar dat ga ik dus oplossen vandaag. Maar eerst moet ik die diamond beschermen. Hier heb ik nog iron. En dat was het wel. Gelukkig spoelt iron best wel snel aan. Dus daar ben ik wel blij mee. En hallo Bluppy, alles goed met jou? Dit is Bluppy de vis. Oké, wat ik met het iron wil maken zijn wat iron bars. En ik heb er trouwens al meer dan genoeg. Die iron bars die wil ik hier dus om die diamond gaan neerzetten. Niet op deze manier. Ik heb mijn pickaxe nodig. Want als ik die ook even meeneem. Waar is mijn pickaxe? Hier is mijn pickaxe. Dankjewel. Want hier kan ik nu natuurlijk niks meer. Oh, dat kan wel. Dat kan wel. Kijk. Dit is top. Ik heb helemaal geen pickaxe nodig. Oh. Oké, dat kan dus overduidelijk niet. Oké, dan moet ik eventjes iets anders gaan aanpakken. Oké, hier hangen we zo die diamond neer. Hoppa. Doe ik hier zo even wat iron bars erboven. Zo, en dan op deze manier kan niemand die diamond pakken. Dit is mijn diamond. En verder heb ik hier heel veel kisten. Dat komt omdat ik hier dus een kistenkamer van wil maken. Dus dat ga ik denk ik op deze manier zo doen. Dan zet ik even wat kisten neer. Hier ook. En ik heb echt veel te weinig kisten. Maar gelukkig hebben we echt heel veel hout. Oké, het moet natuurlijk wel mooi in het midden staan. Dus deze gaan we nog eventjes weghalen. En die kisten die gaan we dan hier neerzetten, denk ik. Zo. En dan hier. En dan hier moeten nog meer kisten komen. En hier is het dan denk ik wel mooi om zo wat logs tussen te plaatsen. Oké, de kistenkamer begint oprecht nu al best wel mooi te worden. En aan de andere kant doe ik natuurlijk precies hetzelfde. En wat ik dan ook wel leuk vind om te doen is hier wat hout van maken. En dan maak ik wat crafting tables. En dan zet ik hier gewoon even twee crafting tables neer. Zo, dan kan ik ook meteen beneden mijn crafter doen. Dat is wel handig. Want hierboven is het, zoals je kan zien, echt heel erg klein en krap. In ieder geval, ik heb wat meer kisten nodig. En dit hout gebruik ik toch niet. Dus hier kan ik die kisten wel van maken. Kijk, zo weer 5 kisten. Ik heb er nog veel meer nodig. Oké, dit hier gebruik ik ook niet. Dus nog meer kisten. Dat zijn er alweer 8. En hier heb ik nog hout. En die slabs, die gaan we ook vast wel gebruiken. Kijk, hier maak ik kisten van. En hier maak ik kisten van. En hier maak ik ook gewoon kisten van. Oké, 24. Ik denk dat dit oprecht wel genoeg is. Misschien niet voor alles, maar voor nu in ieder geval. Kijk, dan krijgen we dus dit. En wat ik uiteindelijk ook nog wil doen, is met dit spruce hout ga ik eerst even planks maken. En dan wil ik daar stairs van maken. En dan die stairs kan ik hier zo mooi neerzetten. Kijk. En dan kan ik alsnog de kisten open doen. Aan de andere kant doen we natuurlijk weer hetzelfde. En dan zetten we het hier natuurlijk ook weer even vol met kisten. En ik kom nog 4 kisten tekort. Oké, geen idee waarom ik naar boven ga, want ik heb natuurlijk gewoon beneden een crafting table, maar dit zijn er 2. En dan hier nog 1, 2. Hoppakee. Oké, we hebben 4 kisten. Laat trouwens in de reacties even weten welk cijfer jij deze kistenkamer geeft. Ik vind hem oprecht best wel mooi. En uiteindelijk kan ik hier in het midden ook nog wel wat kisten zetten. Maar voor nu is dit wel genoeg, denk ik. Oké, deze gaan we in ieder geval even meenemen. Die hebben we niet meer nodig. En hier ga ik ook nog een lantern hangen. Hier ook. Dan ga ik die daar weghalen. Die vind ik namelijk niet zo mooi hangen. Zo, weg ermee. En ik had natuurlijk wat slabs gepakt. En die wil ik ook gebruiken. Dus hier ga ik een slab hangen. Hier. En daar doe ik ook gewoon lanterns tegenaan. En kijk, dan is het tenminste ook weer wat lichter in mijn kistenkamer. Alleen, ik vind de vloer nog een beetje kaal. En deze wand vind ik nog een beetje kaal. Dus ik heb hier wel een leuk idee op. Aangezien ik hier namelijk allemaal furnaces heb. En die passen hier eigenlijk ook niet. Ga ik deze ook gewoon even meenemen. Oeh, en ik heb hier 1 glas. Misschien is dit wel leuk om te doen. Zo. Oké. Ik weet niet of het mooi is. Laat het in de reacties even weten. Voor nu ga ik het wel doen. Het is vet als je zo binnenkomt. Dat je dan meteen gewoon die diamond ziet. Wat misschien ook wel leuk is om te doen. Om dit hier even weg te halen. Want ik vind het niet heel erg mooi. En dan zet ik hier... Nee. Ik wou er slabs op zetten. Maar dat is ook niet mooi. Wacht. Misschien als ik hem hier zet. Kijk. Dit begint alweer iets mooier te worden. Is dit mooi? Ik vind het op zich wel vet. En dan doe ik hier ook nog een lantern. Hoppakee. Dit is mijn geheime diamond kluis. En waarschijnlijk gaat het heel makkelijk gestolen worden. Maar dan sta ik hier gewoon met mijn iron zwaard. Om die te beschermen. Dus gaat niet gebeuren. In ieder geval, ik heb ook wat furnaces nodig. Dus ik denk dat ik van deze muur ga ik gewoon wat furnaces... Oh, nee. Dit is niet de bedoeling. Kijk, zo. Dit is de bedoeling. Ik wil in deze muur wat furnaces zetten, maar daar heb ik natuurlijk wat meer furnaces nodig. En het begint donker te worden. Daar heb ik geen zin in. De vorige keer ging ik namelijk bijna dood door allemaal mobs. In ieder geval, ik heb hier heel veel cobblestone als het goed is. Ja. Dan kan ik daarmee 8 furnaces maken. Ik heb er meer nodig. Ik wil er gewoon meer. Zo. Dit houdt me nog even weg. Kijk, daarom doe ik dit. Mijn hele inventory zit letterlijk de hele tijd vol. En eens even kijken. Zo, 16 furnaces. En ik kom toch niet naar buiten.
buiten. Dus dat het donker is, boeit niet. Oké, en nu komt er natuurlijk weer allemaal water. Maar dit gaan we ook nog even zo doen. Oh, dat water is vervelend. Weg, water. Kom op, deze nog even plaatsen. Zo, deze hier in het midden ga ik trouwens even weghalen. En dan moet ik deze ook even weghalen, want ik heb namelijk een leuk idee. Oké, wat ik daarvoor moet doen, is dit sowieso... dit moet even dicht op deze manier. Oh nee, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Nee, 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 nee. En ik moet ook wegrennen voordat er allemaal zombies komen. Daar heb ik niet heel veel zin in. Zo, oké, maar wat ik dus nu heb... Nu heb ik dit. En dan kan ik hier wat anders neerzetten. Want ik heb hier namelijk een anvil. En die anvil, die wil ik ook beneden hebben. Oké, kijk, kijk, kijk. Zet ik hier een anvil neer. En ik weet niet of het kan, maar ik wil wel proberen. Kan ik hier niet gewoon een leuk bloemetje opzetten? Oh, dat kan! Weet je wat? Ik zet er voor nu gewoon even een boompje in. Kijk! Dan ziet het er ook meteen een beetje mooier uit. En om het nog even wat mooier te maken, heb ik wat oakhout nodig. Kijk, zo. Met het oakhout maak ik wat stairs. En dan hak ik dit hier ook weg. Zo. En dan doe ik hier gewoon even wat stairs. Kijk, het ziet er toch net weer even wat mooier uit. Oh nee, mijn pot. Mijn bloempotje is weg. Dat is niet de bedoeling. Zo. En zo. Deze lantern vind ik nu trouwens niet meer mooi hangen. Zo, even die lanterns weghalen. En dan doe ik hier gewoon weer een slab. En dan hang ik hier een lantern. Kijk eens. Eerlijk, dit ziet er toch best wel vet uit. En dan vervolgens ga ik aan de andere kant precies hetzelfde doen. Maar voor nu heb ik even wat anders. Ik vind namelijk de vloer nog best wel lelijk. Dus wat ik sowieso wil doen, is hier ook nog even wat palen zetten. Dan wordt het iets voller. En dan kan ik hier ook nog eventueel wat kisten stapelen. Maar dat ga ik later denk ik doen, als het nodig is. Voor nu heb ik denk ik wel genoeg ruimte. En kijk, dit maakt het meteen al mooier. Al staan er nog niet eens kisten. En hier aan de andere kant in de muur kan ik ook wat doen. Alleen dan mogen jullie even achterlaten in de comments. Misschien dat ik daar een keer een enchanting ruimte van kan maken. Alleen dat is voor nu echt nog onmogelijk. Want dan heb ik heel veel boeken nodig en sugarcanes. En ik heb nog niet eens sugarcanes. In ieder geval, ik moet wat heel belangrijks doen. En het eerste is... Oh, niet dit plaatsen. Het eerste is wat wol pakken. Kijk, kijk, kijk. Ik heb hier 10 rood wol. Dat is helemaal top. En trouwens, ik heb hier 11 rood wol. Snel naar binnen. Zo. Ik heb namelijk de vorige keer een schaap gekregen. En dat betekent dat ik nu eindelijk een rood bed kan maken. Dit is echt top. Kijk, die zetten we hier neer. En dan vervolgens wil ik ook even wat tapijt maken. Zo, 9 tapijt. Kan ik nog wel even iets meer van maken. 12 carpets. En dat vind ik wel leuk om hier beneden zo'n beetje neer te leggen. Want dan wordt het toch eventjes iets gezelliger in deze kamer. Kijk, deze liggen niet zo heel erg mooi. Zo en zo. Kijk dan, de kamer begint al af te raken. En ik moet nog wat anders doen. Dat heeft met die koeien te maken. Maar eerst gaan we even slapen. Een hele goede morgen. Oké, we gaan meteen naar de koeien toe. Want ik heb er namelijk voor gezorgd, door middel van mijn farmpje en natuurlijk het wheat, dat ik echt heel veel meer koeien heb gekregen. Dus zo, dat gaan we gewoon nog een keer doen. Want al deze koeien, die heb ik nodig voor het leer. En hallo meneer schaapje. Kijk, jij krijgt ook even wat, alsjeblieft. En wat ik dan wil doen, het is wel een beetje zielig voor de koeien, maar ik heb leer nodig. Dus koeien, ga dood. Doei. Geef me even al het leer wat jullie hebben. Mijn hele inventory zit weer vol. Zo, koeien, geef me jullie leer. Dankjewel. En jij moet dood. Zo, ik ga gewoon alle grote koeien killen totdat ik alleen nog mijn kleintjes heb. Zo, en jullie moeten dood. Hoppakee. Weet je wat? Ik laat jou leven. Jij hebt geluk. In ieder geval, nu heb ik 9 leer. En als we dan weer even naar beneden gaan, kan ik met dat leer en met wat sticks, kan ik item frames maken. En ik heb nog leer over. Alleen ik heb geen sticks meer. Kijk, zo heb ik wat meer sticks. Ik kan trouwens ook gewoon een bamboe gebruiken. Dat is slimmer. Kijk eens aan. Zo, 9 item frames. En die wil ik dus zo op de kisten gaan plakken, zodat ik het allemaal een beetje kan ordenen. En nou, uiteindelijk wil ik op elke kist in deze hele kamer een item frame. En dan kan ik hier bijvoorbeeld zo hout op doen. En dan ga ik hier al mijn hout in doen. En op die manier kan ik mijn hele kamer gaan ordenen. Alleen, dat is natuurlijk best wel een beetje saai om te kijken. Maar dat ga ik even doen. En dan de volgende keer komt er echt een hele leuke gast langs. Welkom op mijn Minecraft Raft. En ik sta hier nu boven op het YouTuber hotel. En dat komt omdat er vandaag weer een andere YouTuber langskomt. En ik heb hier al een kamer voor hem gemaakt. En hij mag hem zelf gaan inrichten. Maar eerst ga ik jullie even wat laten zien. Want de vorige keer heb ik hier namelijk een geheime kamer gemaakt. En deze geheime kamer heb ik nu ook ingericht zoals je... Wat is dit nou weer? Er staat hier een diamond in. Die diamond is weg. Oké, in ieder geval, de kamer is ingericht. Maar ik heb daar geen tijd voor om te laten zien. Ik ga een zwaard pakken. Mijn diamond is weg. Serieus. Oké, de YouTuber die langskomt, die heeft die misschien gepakt. Dus nou, dan kunnen we die gewoon terugvragen. Hey, Mick. Wat? Hoe kom jij aan een diamond schep? Ik zag ergens een diamond liggen en ik dacht... Serieus? Nou, ik moet een schep van maken. Serieus, Mick? Jij hebt toch superveel diamonds? Dit is de enige diamond die we hebben. Want ik moet die namelijk zien te overleven door middel van al deze spullen die aanspoelen.
En in al die afleveringen is er nog maar één diamond aangespoeld. En die is niet, eigenlijk niet eens van mij. Niet van jou? Van nee. Jou. Van Vinnie. Maar waarom? Dan is het toch helemaal niet erg. Nee, toch? Maar ik had hem daar neergelegd omdat ik die diamond wou stelen van Vinnie. Maar ik wou er geen schep van maken. Ik wou sparen voor armor, Mick. Hier, alsjeblieft, een mooie schep. Ja, dankjewel. En wat was je aan het doen? Wou je Bert opgraven of zo? Of wat is er nou weer? Hier, dit heb ik er mee geregeld. Alsjeblieft. Oh, oké, dankjewel. Maar Mick, ik heb geen dirt nodig. We gaan wat anders doen. Weet je wat? Ik ga het gewoon vergeten. Kom maar mee. Kom maar. Oké, Mick, ik heb wat voor je. Maar eerst ga ik eventjes dit doen. Huis van Jesse. Dat is een klein huis. Ja, nee, maar kom maar naar beneden. Okay. Je hebt dit al gezien. Kijk, piem. Hier lag die diamond. Deze mag je dus niet meer pakken, oké? Okay? Dus als je een diamond vindt, dan moet je die teruggeven. Dat was niet de bedoeling. Nee, ik zal het niet meer doen. Maar dit is een mooie schep, toch? Ja, joh, hele mooie schep. Echt, één diamond maakt je een schep. Maar in ieder geval, Mick, dit is mijn voorraadkamer. En kom maar even met me mee. Maar wat moet ik anders maken met één diamond? Helemaal niks. Ik wou toch sparen. Dat was gewoon Dat was de enige diamond die we hadden. Dus ik dacht, ik ga me gewoon daar stoppen. En dan gaat niemand hem pakken. Maar in ieder geval... Ik dacht, kijk. Het is gewoon een schilderij of zo. Nee. Nee. Okay. Kijk, dit is jouw hotelkamer, Mick. En deze mag jij zelf gaan inrichten. Door middel van mijn voorraadkamer. Je mag alles pakken wat je wil. Behalve dus eigenlijk die diamond. Maar ja, die heb je al gepakt. Okay. En kijk, hier heb je misschien wat inspiratie. Dit is de hotelkamer van Vinnie. Oké. Die heeft hij zelf gemaakt. Nou, wat vind je hem mooi of... Ik vind hem een beetje grijs. Ja, precies. En hier beneden... Mag ik ook de muren vervangen? De muur... eigenlijk niet, maar... Ik zal het wel niet doen, Ja. Dit is de hotelkamer van Satino. Zo, dit is mooi, echt heel mooi. Prachtig! Mooie vloer. Ja. Satino had eerst een huis gemaakt, maar die was echt wel helemaal lelijk. Dus die hebben we gesloopt. En dit is de hotelkamer van Alex. En daar stond een bed in, alleen die heeft Vinnie weer gestolen. Dus iedereen is van elkaar aan het stelen. Dus als je wil mag je ook eventueel wel wat stelen, maar dan heb ik het niet gedaan. Dan heb je wel ruzie. Ik doe niet aan stelen, Jesse. Oké. Oké, dan mag je zelf bepalen hoe je dus je hotelkamer uiteindelijk wil gaan inrichten. Hier heb je allemaal spullen, dus ik zal het even laten zien. Hier hebben we hout, steen, groene dingen. En hier zit alle rommel in, want ik weet niet hoe ik dit anders moet sorteren. Is dit de rommel? Dit hier. Oké. Ja. Ik heb niet heel veel meer, want ik moet het letterlijk doen met alle spullen die aanspoelen. Dus dat is nog wel een probleempje. Ik wil wel deze rommel hebben, hoor. Ja, toch? Je kan die pot gebruiken, je kan die chains gebruiken. Hij neemt gewoon een Anvil mee. Ik heb hem teruggelegd. Ja, je mag hem wel pakken. Ik heb op zich wel genoeg iron. Huh? Ik heb maar 4 iron. Ik laat hem wel nemen. Oh, ik neem wel wat goud mee. Die heb je echt meer. We hebben heel veel goud. Dat is natuurlijk jouw kleur. Dus je kan gouden blokken maken als je wil. Ja, maar goud spoelt ook echt heel veel aan. En diamonds, die spoelen nooit aan. Ja. Kijk, daar ging het fout. Ik dacht dat er heel veel diamonds waren, natuurlijk. Nee. En verder, dit is allemaal nog leeg en ik heb niet heel erg veel. Maar ik heb wel heel veel hout. Ik denk dat dit wel, wat ik nu heb, ben ik wel blij mee. Oké, top. Even denken, ik heb wel een bed nodig. Zo. Ga je nou serieus mijn bed stelen? Je kan toch een geel bed maken met... Mick! Hebben we schapen? Ik heb één schaap. Ik heb hier mijn één schaapje. Dat is er één. Ook die dieren die moeten aanspoelen. En dat gebeurt bijna nooit. Dus dat is ook nog gewoon een probleem. Oké, maar ik wil wel een geel bed natuurlijk. Dus dan moet ik mijn schaapje geel maken. Nee. Je kan een bed gewoon geel maken met dye, toch? Of niet? Mijn één schaapje is rood. Als je die geel maakt, dan heb je echt een probleem. Maar daarna kunnen we hem weer rood maken. Oké, vooruit. Voor één keer. Oh, maar heb jij wel een schaar dan? Wacht. Ik heb hier ligt trouwens heel veel iron. Kijk, dan kunnen we een schaar maken. En... Zo, hallo kijk, meneer Schapie. Meneer Giel Schapie. Dit kan echt niet. Alleen, je hebt 3 wol nodig. Ik heb er 2 gekregen. Ja, dus dan moet je wachten. Nou, meneer Schapie. Oh, nee. Groeien. Ik dacht dat hier nog meer wol lag, maar dat was hooi. Ja, maar dat duurt nog wel even. Dus misschien kan je dat net op het einde doen. Ja, ik doe het bed wel op het einde. Kijk, ik heb trouwens nog wat voor je. Ik heb dit en... Oh. Weet je, ga jij maar vast beginnen, ik ga even wat eten maken. Oké. Oh, dat meen je niet. Dat Mick gewoon mijn
diamond heeft gestolen. Of eigenlijk de diamond van Finny. En dan binnenkort als Finny weer langskomt, moet ik dat Finny ook weer gaan uitleggen. Dus ik hoop dat er binnenkort gewoon weer een diamond aanspoelt. Anders heb ik best wel een probleempje. Misschien dat ik binnenkort maar met een bootje even moet gaan varen. Misschien dat ik dan nog wat andere eilandjes tegenkom. Mick, ik heb eten voor je. Ik weet niet of je honger hebt, maar... Ja, eigenlijk best wel. 5 hungerbars. Ik heb hier 2 brood voor je. Verder heb ik niet zoveel, maar trouwens... Dat is precies genoeg. Ik heb ook nog weed. Echt, dat weed, dat spant dan weer wel heel veel aan, dat hoor je. Dus dat scheelt. Zo, even zo'n lampje. Zo, mooi lampje. Zo, 4 lampjes. Zo. 4 lampjes? Ja, dan hebben we altijd genoeg licht. Ja, oké. En we hebben ook zo'n roze boom, hè. Daar kan je ook allemaal vette dingen mee doen. Zo mooi. Ja, dat vind ik zo mooi. Even kijken. Ik ben nog wel even bezig hoor, Jesse. Ja, wat ben je van plan? Gouden blokken maken of... misschien hier een dirt blokje. Misschien dat mooi is. Nee, ik ben geen noob. Jeetje. Of hier heb je bamboe. Bamboe kan je best wel leuk in een pot doen. Dat heb ik van Alex geleerd. Dat is ook wel leuk. Bamboe in een pot. Oké. Okay. Nou, ja, en dan krijg je een soort van boomstam. Ik wil flexen natuurlijk. Dus zo. Zo. En dan ga je hier zeker je bed opzetten. Ja, tuurlijk. Dat is een goed idee. Alleen nu is deze in de weg. En ik heb geen tools. Oké, ik ga wat tools voor je maken. Ga jij maar door, ja? Oké, ik kan daar mijn bed opzetten. Oké, Mick heeft wat tools nodig. Een gouden pickaxe. Dat is voor hem wel prima, denk ik. En deze axe is bijna kapot. Nou, dat is ook prima. Ik ga hem echt geen andere dingen geven, want hij steelt gewoon diamonds van mij. Dus dat ga ik niet doen. Hallo! Schrik me dood. Ik wil meer goud. Ja, ik heb hier trouwens een axe voor je. Kijk. Oké, hout hakken. En hier heb ik een pickaxe voor je. Daar moet je mee doen. Want meer heb ik niet, helaas. Sorry. Oké, dat maakt niet uit. Waar is het goud? Zo, hier is goud. Weer een stek goud, dank je. Echt, je pakt echt al mijn goud. Ja, maar dat mocht van jou. Ja. Je mag alles pakken wat je wilt. Behalve mijn diamond. Maar die heb je al gepakt. En er is nu een schep van gemaakt waar ik niks aan heb. Schaapje moet wel even groeien, hoor. Ja, hoe heet hij nu eigenlijk? Het komt vanzelf. Hij heeft meneer Schaapje. Nee, hij heeft meneer Geel Schaapje. Nee, Mick, hij heeft meneer Schaapje. Hij heeft toch ook geen meneer Rood Schaapje als hij rood is? Oh ja, dat is waar. Kijk, misschien wil je hier wat hout. Nee. Zo, dit vind ik wel mooi. Kijk, zo, dat is helemaal mooi. Nee, dit is lelijk. Zo. Ik vind dit lelijk. Dit lijkt wel een of andere troon of zo. En dan moet je dit weghalen. Zo. Ja, die lampjes zijn niet handig. Nou, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Nee, want dan kan ik niet mijn bed. Kijk, zo. Dat stoot ik mijn hoofd. Dat wil ik oké. Is mijn schaapje al gegroeid? Nee. Ik ga gewoon hier een mooi lampje plaatsen. Heb ik eigenlijk wel een lampje nodig? Schijnt hier altijd... Weet je wat het is? Je kan ook dit doen, hè? Je geeft me niet heel veel ruimte. Het is een hotelkamer. Het is geen huis. Een hotelkamer heb je toch... Een suite? Misschien een keer op het dak een penthouse suite. Maar je hebt eigenlijk gewoon een slaapplek nodig als je hier bent. En verder heb je niks nodig. Hoe maak ik een bloempot? Dan heb je klei nodig. Maar ik heb nog wel klei voor je, denk ik. Oké, maak jij maar een bloempot voor mij. Ja. Dan ga ik naar meneer Schaapje schreeuwen dat hij moet groeien. Schaapje! Oké, dan ga ik... Hier, ik heb bricks. Je moet bricks hebben. En dan... Bim. Zo. Oké, ik heb 3 bloempotten voor je. Ik weet niet of het genoeg is, maar je doet er maar mee. Meer heb ik niet. Oh, heb je ook schilderijen? Ja, maar heb je dus ook wol voor nodig? Oh, mooi schilderij dit. Zo. Ja. Kijk, dat kan je dus doen. Dingen stelen. Ja. Kijk zo. Maar ik heb het niet gedaan. Hè. Ik heb trouwens... Heb ik het al gegeven? Nee. Oh ja, huis van Mick. Huis, het is een... Oké, vanaf nu is het een huis. Kijk, ik doe gewoon inspireren is dit. Zo, wat mooi. Oh, hij heeft ook gewoon bloempotten. Ja. Hij had het al geregeld. Ja, kijk, en dan heb je van die roze boompjes. Die zijn wel leuk. Mick, ik heb je net letterlijk bloempotten gegeven. Die dingen zitten gewoon in de chestkamer, beneden. Ik wil gewoon de bloempjes. Oh ja, weet je, ik zet bij Finny zet ik wel zo, deze groene neer. Dat heeft hij toch niet door. Nee. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik wil ze op zijn kop zetten, maar... Op zijn kop? Zoals een soort toonbank. Oh. Zo, en dan... Oh, zo mooi. Ja dat doe je ik goed. Ik heb zoveel ruimte dat ik
ja, bijna kan rennen hier. Ik kan gewoon rennen hier. Zie je dat? Wee. Ja joh, zoveel ruimte is er in bureau. Moet je ook nog een stoel hebben of... Nee, dat is gewoon... Als ik wakker word, kan ik naar de bloemen kijken. Nou, oké. Okay. Eigenlijk nou, het enige wat je nog nodig hebt is een bed. Ja, en is schaap... Schaap! Jeetje. Maar daarom had je gewoon ander wol moeten gebruiken. Want volgens mij heb ik wel nog rood wol. Ja, maar kan je niet alleen wit wol kleur geven? Of... Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Nee, We kunnen het proberen. Wacht. Ik heb hier nog... Kijken. Oh, ik heb hier nog één. Kom, Mick. Mick, kijk. Ik heb hier nog één wit wol. Even kijken. Zo. Werkt dat? En dan boom. En dan boom. Ja. Heb je een geel bed? Let's go. Ja. Ik heb drie keer geel wol. Oh, je hebt geel wol. Top. Ja. Maar nu, als ik dit doe, dan heb ik natuurlijk een geel bed. Yes, let's go. Ja, ik zou het bed heel snel neerzetten. Dan kunnen we slapen, Mick. Want vorige keer ging ik allemaal bijna dood. En dan begint ook weer nacht te worden. Ja, precies. Ik ga gelijk naar bed. Ik plaats mijn bed en ik ga naar bed. Ja hoor. Kijk, Mick. Kijk eens naar meneer Schapie. Is hij nou net gegroeid? Ja, hij is letterlijk net gegroeid. In ieder geval, Mick, ik vind je hotelkamer heel mooi. Laat in de reacties even een cijfer weten van Mick's hotelkamer. En ja, welterusten, Mick. Welterusten. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ga weg in 3, 2, 1...